Welkom bij deze online bijeenkomst Onbeperkt Cultuurbeleven, georganiseerd door het ministerie van OCW. In de week van de toegankelijkheid gaan we het vandaag hebben over hoe toegankelijk is de cultuursector eigenlijk. Mijn naam is Sanne Scholten, ik ben directeur van LKCA en voorzitter van de stuurgroep Code Diversiteit en Inclusie. En ik vind het heel leuk om vandaag de host van deze bijeenkomst te zijn. Vorig jaar hadden we ook een bijeenkomst in de Week van de Toegankelijkheid. Toen ging het vooral over concerten en festivals. En vandaag hebben we het over cultuur in de breedte. En het doel is om in actie te komen. Dus iedereen die dit filmpje ziet, kan vandaag praktische tips krijgen over hoe je aan de slag kunt met toegankelijkheid. En het ministerie hoopt ook input te krijgen wat hun rol kan zijn in dit thema. En we hebben denk ik een mooie mix van een onderzoekspresentatie, goede voorbeelden uit de praktijk en een paneldiscussie. En we beginnen met onderzoek. Want er is eerder een motie aangenomen, de motie Ascher-Ellemeet, om inzichtelijk te maken hoe toegankelijk is die cultuursector eigenlijk. En we hebben hier vandaag de onderzoekers, Maartje Gielen en Maaike Jongerius. Zij werken voor Significant APE en zij hebben het onderzoek uitgevoerd en gaan ons meenemen in de belangrijkste resultaten. Maartje en Maaike, ga je gang. Dankjewel, Sanne. Wij hebben inderdaad onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van culturele instellingen. En inderdaad, alle culturele instellingen en voor alle type beperkingen. En wij hebben dit onderzoek gedaan, ik ben zelf de projectleider Maartje Gielen en Maaike Jongerius, die straks van alles gaat vertellen over de belevingen van mensen met een beperking. Die zullen jullie straks zien. En daarnaast hebben Nienke Bilo en Nicky Scholten meegewerkt aan het onderzoek. Zoals Sanne net al zei, is de aanleiding voor het onderzoek de motie van de leden Ellemeet en Ascher. Zij gaven eigenlijk aan dat het belangrijk was om inzicht te krijgen in hoe toegankelijk eigenlijk culturele instellingen in Nederland zijn voor mensen met een beperking. Dus het doel van het onderzoek is dan ook om daar inzicht in te krijgen. Dat is eigenlijk het eerste doel. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de mogelijke belemmeringen en behoeften van mensen met een beperking. En we wilden goede praktijkvoorbeelden ophalen en mogelijke oplossingen. En daarnaast willen we ook kijken van welke belemmeringen de culturele instellingen ervaren. Want het is natuurlijk best een opgave om toegankelijk te worden voor iedereen, maar het is wel heel belangrijk. Dus zoals ik net al zei, hebben we daar literatuur en documentstudie voor gedaan. We hebben klantreisbijeenkomsten georganiseerd voor mensen met een auditieve beperking, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen die prikkelgevoelig zijn. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met danscursisten met een fysieke beperking of een lichtstandelijke beperking en hun dansdocenten. En we hebben gesproken met vertegenwoordigers van mensen met een beperking en ervaringsdeskundigen. En vanuit de culturele instellingen hebben we voornamelijk gesproken met brancheorganisaties. En met een aantal medewerkers inclusiviteit van culturele instellingen. Een belangrijke bevinding uit het literatuuronderzoek eigenlijk al, was dat er veel te vinden was over fysieke en zintuiglijke beperkingen, maar veel minder over bijvoorbeeld mentale en intellectuele beperkingen. Qua type toegankelijkheid zagen we dat vooral veel bekend was over fysieke en praktische en organisatorische toegankelijkheid. En dat er veel minder kennis was over mentale toegankelijkheid en financiële toegankelijkheid. En qua type culturele instellingen was er ook een groot verschil zichtbaar. Er is relatief veel te vinden over musea. Eigenlijk het minste over archieven en galerieën. En ook over actieve cultuurparticipatie en deelname, zowel als professional als vrije tijdsbeoefenaar. Daar was eigenlijk veel minder over te vinden. Verder zijn een aantal belangrijke bevindingen op basis van de beschikbare kennis. Is dat het vooral belangrijk is om als culturele instelling in de praktijk te toetsen of dat je toegankelijk bent. Want je kan zeg maar wel een checklist afvinken waar een aantal dingen op staan van wanneer je toegankelijk bent. Maar het is vooral eigenlijk belangrijk om echt een structurele samenwerking aan te gaan met mensen met een beperking en echt op te halen wat hun ervaringen zijn. Daarnaast was een belangrijke bevinding dat gebouwen en openbare ruimte nu vaak ontoegankelijk zijn doordat ze eigenlijk onveilig zijn. En doordat er veel obstakels zijn. En dat is voor mensen met een fysieke of een zintuiglijke beperking kan dat echt een belangrijke belemmering zijn bij deelname aan het culturele leven. En tot slot een ander
belangrijke conclusie was dat het universele ontwerp eigenlijk het streven is. Dat betekent eigenlijk dat ja, iedereen echt op dezelfde manier ja, bijvoorbeeld een culturele instelling kan toetreden, dus via dezelfde ingang. En dat het zoveel mogelijk eigenlijk hetzelfde wordt en vanuit een inclusief ontwerp wordt benaderd. Tegelijkertijd is het soms juist nodig om echt maatwerk en specifieke voorzieningen te bieden en specifieke programma's. En dat kan er juist ook weer aan bijdragen om volledig inclusief te zijn. Dus het is eigenlijk een mix waarbij je moet kijken wat eigenlijk het fijnste is voor de mensen met een beperking. Ik geef nu het woord aan Maaike en die gaat eigenlijk de leukste dingen vertellen. Namelijk over ja, met name de ervaren belemmeringen en de praktijkvoorbeelden. Yes, dan ga ik starten met de goede praktijkvoorbeelden. Want we hebben er een hele hoop gevonden. We hebben onszelf de vraag gesteld, wat gaat er eigenlijk allemaal al goed? Hierbij een kleine disclaimer dat we slechts een kleine greep uit alle goede initiatieven, stichtingen, organisaties die zich hiervoor inzetten, kunnen laten zien. Maar desalniettemin hopelijk een goed beeld dat jullie kunnen krijgen van een aantal goede praktijkvoorbeelden. Ik ga starten bij het Nationale Theater. Zij bieden voor blinden en slechtzienden audiodescriptie en een meet and feel aan. Waarschijnlijk niet voor iedereen bekende begrippen, dus ik ga ze even kort toelichten. Een meet and feel, dat is een gebeurtenis voorafgaand aan de voorstelling, waarin mensen kennis kunnen maken met de stemmen van de spelers en de attributen waar in de voorstelling gebruik van gemaakt wordt gezien kunnen worden. Audiodescriptie, dat is een techniek waarbij een blinde tolk tussen de dialogen door beschrijft wat er gebeurt op het podium. En de stem van de blinde tolk is dan te horen met een koptelefoon. En een respondent die wij gesproken hebben tijdens het onderzoek, die zegt over de audiodescriptie van Stichting Komt het Zien. Sinds ik een voorstelling met Stichting Komt het Zien heb bezocht, weet ik pas echt wat ik heb gemist. Nu krijg ik inhoudelijk veel beter mee wat er op het podium gebeurt. Zeker bij voorstellingen waar nauwelijks gesproken wordt, heeft live audiodescriptie een grote meerwaarde. Dan ga ik door naar een volgend goed voorbeeld. Dat is het rondreizend festival De Parade. Zij bieden tijdens voorstellingen, een aantal voorstellingen, een tolk Nederlands gebarentaal aan. En daarnaast hebben ze ook gebruik gemaakt van Pluk een tolk. En Pluk een tolk, dat betekent dat op het festivalterrein verschillende gebaren, maar ook schrijftolken rondlopen, die mensen kunnen gebruiken om naar een voorstelling naar keuze mee te kunnen nemen. Dan ga ik door naar een aantal goede voorbeelden van musea. Daarbij is het Rijksmuseum het Van Abbe Museum geselecteerd. In het Rijksmuseum zijn er rondleidingen in gebarentaal. En dat wordt gedaan in samenwerking met Stichting Wat Telt. De medewerkers op de vloer die kennen 10 basisgebaren. Het Rijksmuseum maakt gebruik van beperkingenpakken. Nou zou dat ook niet helemaal voor zich spreken, maar dat zijn pakken om medewerkers eigenlijk bewust te maken van hoe het is om een museum te bezoeken met een beperking. Zo horen ze of zien ze bijvoorbeeld minder goed in een beperkingenpak. Het Van Abbe Museum biedt interactieve multisintuigelijke rondleidingen aan voor mensen met een visuele beperking. Dat betekent dat er bijvoorbeeld kunstwerken aangeraakt kunnen worden. En gebruiken ze bijvoorbeeld ook geur, smaak en muziek. En tenslotte bieden zij ook prikkelarme museumbezoeken aan voor mensen die prikkelgevoelig zijn. En dat doen zij in combinatie of in samenwerking met Stichting Onbeperkt Genieten. Dan ga ik door naar goede voorbeelden bij het beoefenen van cultuur. Daarbij was goede voorbeeld Danceable. Zij bieden naast een festival ook wekelijkse danslessen voor mensen met en zonder beperking. En organiseren zij trainingen voor dansdocenten om eigenlijk te leren werken met een inclusieve dansgroep. Daarnaast het Kiemtheater, dat is een sociaal-culturele onderneming voor mensen met een verstandelijke beperking. En zij ondersteunen organisaties zoals speciaal onderwijs of zorginstellingen bij het opzetten en uitvoeren van kunstzinnige projecten voor mensen met een beperking. Naast deze goede voorbeelden hebben wij in gesprekken met ervaringsdeskundigen en met vertegenwoordigers van brancheorganisaties en culturele instellingen
ook ideeën gehoord voor hoe het nog beter kan, de toegankelijkheid in de culturele sector. Dus daar ga ik nu even op in. Als we kijken naar het bezoeken van cultuur, zien we in de oriëntatiefase en de voorbereiding dat er met name belemmeringen ondervonden worden bij de informatievoorziening op de website, contact met medewerkers, het boeken van een ticket, het vervoer en de eindtijd. En tijdens het onderzoek hebben wij gesproken met Iris van Hees, een ervaringsdeskundige bij Stichting Onbeperkt Genieten. En zij zegt over een goede informatievoorziening op de website het volgende. Je kunt in de informatievoorziening op de website veel doen om ervoor te zorgen dat de grote groep besluit een bezoek te brengen. Dat doe je vooral door inzichtelijk te maken wat mensen kunnen verwachten. Het gaat daarbij dus niet om fysieke veranderingen aan de culturele instelling, maar meer duidelijkheid waardoor je mensen een eerlijke keuze geeft. Als we verder gaan naar de binnenkomst, dan zien we met name belemmeringen bij de omgeving en de ingang, sociale ontvangst en de bejegening door medewerkers. En een quote van een respondent die we gesproken hebben over de sociale ontvangst, die typeert eigenlijk die bejegening van medewerkers heel goed. Zorg dat de ontvangst van mensen met een beperking onderdeel is van de normale werkpraktijk en geen uitzondering is waarbij slechts een beperkt aantal medewerkers goed daarmee om weten gaan. En hierbij is wel goed om te noemen dat de respondenten ook aangeven dat zij zich van bewust zijn dat beperkingen niet altijd zichtbaar zijn. Zodat ze daarin ook voor zichzelf een rol zien om daar transparant over te zijn en ook hun behoeften daarbij aan te geven. Als we kijken naar het bezoek zelf, dan hebben we met name belemmeringen opgehaald voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Daarbij is een voorbeeld voor mensen met een auditieve beperking een slecht werkende ringleiding. Zo werd door een respondent benoemd dat ze een keer het geluid van een voorstelling naast haar in de koptelefoon hoorde in plaats van de voorstelling waar ze zelf bij zat. En na het bezoek zitten de belemmeringen met name in het ervaren van te veel prikkels. Dat bijvoorbeeld bij het verlaten van de zaal en dan harde achtergrondmuziek. Dat gaven mensen met een visuele beperking aan en ook mensen die prikkelgevoelig zijn. Het geven van feedback wordt na het bezoek eigenlijk als iets heel positiefs bestempeld. Maar daarbij is het wel belangrijk dat mensen serieus genomen worden. Ga ik door naar wat er nog beter kan als we kijken naar het beoefenen van cultuur. Daarbij zagen we een heel aantal parallellen eigenlijk met het bezoeken van cultuur. Dus ik benoem eigenlijk even alleen de elementen die onderscheidend zijn. Als we kijken naar de oriëntatiefase en voorbereiding zien we met name belemmeringen bij zoeken naar geschikte danslessen. Hierbij wordt eigenlijk door respondenten benoemd dat het toch niet altijd zo bekend is om te dansen met een beperking. Dus dat daar eigenlijk meer aandacht naartoe zou mogen. En het vervoer is dat mensen met een beperking afhankelijk kunnen zijn van speciaal vervoer. En dat hierbij bijvoorbeeld rekening gehouden moet worden bij een parkeerplaats, dat daar ook voldoende ruimte voor is. Als we kijken naar tijdens de dansles, zijn er belemmeringen, worden die ervaren in de opzet van de dansles. Daarin is het vooral belangrijk dat er duidelijkheid is over de les en dat de les ook afgestemd is op de doelgroep. En wordt er gezegd dat de bejegening van dansdocenten een belangrijke rol speelt. En met name een open sfeer wordt daarbij benoemd als iets belangrijks. De respondent die zegt hierover, moet ruimte zijn voor ieders beperking, juist omdat niet elke beperking zichtbaar is. En als we kijken naar het laatste onderdeel na de dansles, dan zijn de belemmeringen die ervaren worden met name weer, zitten die met name weer in het vervoer terug naar huis. Dan ga ik door naar het onderdeel klantreizen. Dat is een van de onderzoeksmethoden die wij bij het schrijven van het onderzoeksrapport ingezet hebben. En op de afbeelding zien jullie een foto van de klantreisbijeenkomst die wij georganiseerd hebben met mensen met een auditieve beperking. Nu zullen velen van jullie zich afvragen, wat is een klantreis? Nou, dat is een aanpak waarbij we een proces van A tot Z bekijken, maar dan vanuit het perspectief van de klant. In dit geval vanuit de bezoeker of oefenaar van cultuur. En dit is een methode om eigenlijk inzicht te krijgen in de belevingswereld van die personen.
En het mooie van deze methodiek vinden we dat we niet praten over, maar met de mensen met een beperking. En we hebben meerdere klantreizen bekeken, maar ik ga nu even kort in op de klantreis in het theater. Daarvoor hebben we een bijeenkomst georganiseerd met mensen met een visuele en een auditieve beperking. En eigenlijk hebben wij alle ervaringen, goede voorbeelden, belemmeringen die zij benoemd hebben in die sessies, hebben we gebundeld. Uitgebeeld in 2 visualisaties. En dat hebben we gedaan met behulp van 4 fictieve personages. Namelijk Amin, Lara, Teun en Samira. En zij beleven eigenlijk hun reis in het theater met een visuele of auditieve beperking allemaal op hun eigen unieke manier. We hebben nu niet voldoende tijd om heel lang bij stil te staan. We hebben daarom in de presentatie die jullie toegestuurd krijgen ook uitgebreid de tekst toegevoegd van wat staat er op de visualisaties. Maar om jullie al wel een tipje van de sluier te geven, ga ik nu 1 verhaal, en dat is die van Teun, vertellen. Ik ben Teun, 21 jaar en ik ben doof geboren. Ik krijg vaak hulp van een gebarentool. En bij het oriënteren en voorbereiden op een theaterbezoek was ik verbaasd. Ik ben nog nooit naar het theater geweest. Dat leek mij lastig met mijn beperking. Maar laatst kwam ik erachter dat er ook voorstellingen zijn met gebarentool. Ik heb meteen een kaartje gekocht. Bij binnenkomst voelde Teun zich verward. De meeste medewerkers wisten niet goed raad met mijn beperking. Het theater voelde als een doolhof. Uiteindelijk wees iemand mij naar de zaal, mijn stoel en locatie van de gebarentool. Tijdens de theatervoorstelling zelf voelde Teun zich erkend. De show kon ik optimaal beleven omdat de gebarentool goed te zien was voor mij. Onvergetelijk was ook het moment dat de acteurs even in gebarentaal overgingen. Bij het weer naar huis gaan voelde Teun zich hoopvol. Bij de uitgang deed ik wat ideeën in de feedbackbox. Ik hoop dat ik daarmee kan helpen om het theater nog inclusiever te maken. En voor de verhalen van de overige personages verwijs ik jullie naar ons rapport en eventueel de presentatie die wij nasturen. Ja, dus zo te horen zijn er inderdaad al een heleboel mooie, goede voorbeelden. En zijn culturele instellingen al echt wel bezig om toegankelijker te worden. Maar worden ook echt nog wel veel belemmeringen ervaren. En alle respondenten eigenlijk die we hebben gesproken, die staan echt achter de code diversiteit en inclusie. Waar dit dus ook een belangrijk onderdeel van is. Dus echt toegankelijk worden voor iedereen. En dan is natuurlijk de vraag, dat is best wel een enorme opgave eigenlijk. Of dat kan zo zijn, of dat kan zo worden ervaren. Hoe word je nu echt toegankelijk? Wij lichten een aantal adviezen uit aan culturele instellingen hoe je dat zou kunnen aanpakken. Nou, de eerste is eigenlijk wel een hele relevante, zeker in deze tijd. Culturele instellingen die ervaren eigenlijk dat aanpassingen best wel soms duur kunnen zijn. En dat er niet altijd budget voor beschikbaar is. Dat ervaren als een belemmering. Maar eigenlijk zie je dat je met hele simpele aanpassingen die niet veel hoeven te kosten, eigenlijk al heel veel kan bereiken. Zoals het op de juiste hoogte hangen van jashaakjes. Dus dat is eigenlijk een belangrijke aanbeveling. Daarnaast zien we dat het vooral heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat je personeel echt bewust is van wat zo'n beperking nou betekent. En hoe je daar nou het beste mee om kunt gaan. En daarin is bejegening ook een belangrijk thema. Daarnaast is het fijn als mensen met een beperking zich ook kunnen herkennen in bijvoorbeeld kunst in een museum. Maar bijvoorbeeld ook in de makers, dat er ook makers zijn met een beperking. En ook in het personeel. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, zodat je ervaringen kan ophalen over je culturele instelling van hoe mensen het ervaren of wat ze nog belemmeringen hebben en hoe je daar dan aan kan bijdragen om dat op te lossen. Nu zijn er een heleboel verschillende type beperkingen. En dan kan het best zo zijn dat je als culturele instelling zoiets hebt van hoe pak ik dit nu aan? En dan is eigenlijk het advies om stap voor stap aan de slag te gaan. Dus we willen natuurlijk dat alle culturele instellingen voor alle type beperkingen toegankelijk zijn. Maar begin nou gewoon eens bij 1 type beperking en ga daarmee aan de slag. En daarnaast, in dit proces zullen culturele instellingen natuurlijk heel veel kennis opdoen. Daarom is het ook heel waardevol om samen te werken en ook de kennis te delen. Dan hebben we ook tot slot nog wat adviezen aan het ministerie van OCMW. Ons belangrijkste advies eigenlijk van, er zijn eigenlijk internationaal
zijn ze soms wat verder ook al met de toegankelijkheid en inclusie. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zie je het met Metropolitan Museum of Art. Daar hebben ze bijvoorbeeld meerdere medewerkers toegankelijkheid en daar hebben ze ook al heel veel ervaring op gedaan. Dus maak daar vooral gebruik van die kennis. Daarnaast hebben we gekeken van, nou, wat als je dat nou wil monitoren, dus als je een beetje in de gaten wil houden van hoe het gesteld is met de toegankelijkheid en of dat ook verbetert, dan is het belangrijk om een goede nulmeting te maken en in de monitor ook ruimte te bieden voor de verschillen tussen culturele instellingen. Daarnaast is ook een hele belangrijke dat het voldoen aan regelgeving echt niet het enige is. Je moet echt als culturele instelling kijken van, nou, hoe wordt het nou ervaren en zijn we daadwerkelijk in de praktijk toegankelijk. Dus dat is ook belangrijk om daar in een eventuele monitor rekening mee te houden. Nou, dat was eigenlijk een beetje in de notendop ons onderzoek. Het is meer dan 100 pagina's, dus er is nog heel veel meer interessante informatie te vinden. En het is ook, als het goed is, goed toegankelijk voor iedereen om te lezen. Dus wij bevelen vooral aan om het rapport te lezen. Dankjewel, Maartje en Maaike, voor de presentatie van het onderzoek. En inderdaad, het onderzoek is ook online beschikbaar op de website van het ministerie. Ook in een eenvoudige taalversie samengevat en in een gebarentaalversie. Dus kijk daar vooral naar, ook als je geen tijd hebt om alle 100 pagina's te lezen. Het onderzoek is deze week naar de Kamer gestuurd. Dus daar gaan we vast ook nog een reactie van zien. En voor een reactie vanuit het ministerie hebben we hier de directeur Erfgoed en Kunsten, Christianne Matthijssen. Christianne, welkom. Het is best een rare tijd om juist een onderzoek over toegankelijkheid in ontvangst te nemen, terwijl zo ongeveer de hele culturele sector kampt met de toegankelijkheid en allerlei maatregelen moet nemen om het aantal mensen te beperken. Maar tegelijkertijd is dit onderzoek volgens mij relevanter dan ooit. Dus wij zijn ontzettend blij met dit onderzoek, wat een heel overzichtelijk, toegankelijk en leesbaar rapport is geworden. Ik vind het ook heel mooi dat het gepubliceerd is samen met zo'n mooie samenvatting op taalniveau B1. Dat zouden we eigenlijk veel vaker moeten doen. Ik vond het zelf eigenlijk ook heel prettig om te lezen. En het is natuurlijk ook heel mooi dat de video in gebarentaal erbij zit. De uitkomsten van het rapport zijn op deze manier denk ik ook voor iedereen heel toegankelijk. En het is mooi dat het op deze manier naar de website van de Tweede Kamer kan. Ik zie jullie niet, dus ik vind het best wel moeilijk. Ik praat een beetje in het luchtledige. Dit rapport is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat iedereen mee kan doen. Nu zie ik jullie ook, dat is veel fijn. Dat iedereen mee kan doen, dat iedereen kan genieten van al het moois wat de culturele en creatieve sector te bieden heeft. Dat zou je eigenlijk heel logisch moeten vinden. En toch is het dat niet. Als ik naar de aanbevelingen kijk, dan gaat er heel veel goed, maar is er ook nog heel veel te winnen. En wat wij dus ook willen doen, is deze code diversiteit en inclusie en de aanbevelingen die in het rapport staan, bespreken met de instellingen die dit subsidie ontvangen of die anderszins rijkssubsidie ontvangen. En die gesprekken die gaan we dit jaar al voeren, ook omdat we inclusie hebben verbonden als subsidievoorwaarde aan de subsidies die met ingang van 1 januari 2021 worden verstrekt. Dus die gesprekken die gaan lopen. Daarbij heeft de sector bij het onderschrijven van de code diversiteit en inclusie aangegeven te willen samenwerken in een duurzaam netwerk waar kennisdeling kan plaatsvinden. En ik denk dat dat heel goed is en we zullen dat ook heel graag volgen en daarbij ook in gesprek weer gaan met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, cultuurinstellingen, brancheorganisaties, om samen te kijken wat wij nog meer kunnen doen in monitoring of anderszins om drempels weg te nemen. En daarnaast willen wij ook graag in gesprek met gemeenten, om met gemeenten te kijken wat zij zouden kunnen doen, want die geven natuurlijk ook heel veel subsidie aan instellingen. Om te kijken of zij ook de code diversiteit en inclusie en de aanbevelingen uit dit rapport kunnen meenemen in hun subsidievoorwaarden voor instellingen. Wat misschien nog bijzonder is en goed om te noemen, is dat uit het onderzoek ook wel blijkt dat eigenlijk de informatie over deelname aan cultuur en vooral ook aan amateurkunst door mensen met een beperking, dat daar weinig informatie over is. En dat betekent ook dat we in de monitor amateurkunst, die het LKCA voor ons uitvoert, zullen kijken of daar een nieuwe categorie in kan worden opgenomen, zodat we hier meer informatie over krijgen en ons beleid ook beter op kunnen toespitsen. Dankjewel voor deze eerste reactie.
Volgens mij gaan wij elkaar in elk geval nog spreken over de vervolgacties. Dat was het voor nu over het onderzoek. Nogmaals, ga het vooral lezen en doe er je voordeel mee. Dan gaan we nu naar een aantal goede voorbeelden uit de praktijk. En enkele die hoorden we net ook al in de onderzoekspresentatie langskomen. En we beginnen met een bijzondere vrouw, Marianne Dijkshoorn van de Coalitie voor Inclusie. In 2008 maakte zij haar eerste festival toegankelijk, omdat ze erachter kwam dat het festival wat op een heuvel plaatsvond voor haar niet goed toegankelijk was. Inmiddels heeft ze van toegankelijkheid haar werk gemaakt. Ze was een van de drijvende krachten achter het toegankelijk maken van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. En zij heeft binnen de Coalitie voor Inclusie een themanetwerk festivals en evenementen gestart. En daarin wordt gewerkt aan, of vanuit een routekaart toegankelijke festivals en evenementen. En over die routekaart gaat zij nu wat meer vertellen. Marianne, fijn dat je er bent. Goedendag allemaal. Op een festival stap je 1 of een paar dagen uit de gewone wereld. Of je nu paars haar hebt, dik, dun, jong, oud, homo, hetero, of een beperking hebt, of niet. Op een festival kom je voor de sfeer en kom je voor de muziek. Niemand valt uit de toon. Je bent een van de vele festivalgangers die met zijn vrienden komt genieten. Mijn naam is Marianne Dijkshoorn en ik heb een beperking. Ook ben ik dol op festivals. Van mijn passie heb ik mijn werk gemaakt. Ik zie veel dingen die onhandig neergezet zijn, waardoor de toegankelijkheid soms niet optimaal is. Er was en er is veel te verbeteren aan de toegankelijkheid bij festivals. Na jaren hierin werken ben ik, denk ik, misschien wel de specialist geworden op het gebied van toegankelijkheid bij festivals. Festivals zijn anders dan gebouwen. Festivals worden letterlijk vanaf de grond af aan opgebouwd voor een feestje van 1 of enkele dagen. Een festival organiseren kost gemiddeld een jaar de tijd. Doordat veel mensen niet dagelijks worden geconfronteerd met een beperking, vergeten zij onbewust de doelgroep van mensen met een beperking. Zo ook festivalorganisatoren. Vanuit mijn netwerk merkte ik dat grote festivalorganisatoren steeds meer openstaan om te werken aan toegankelijkheid en zij zochten naar de juiste manier. Margit van Hoeven van de Coalitie voor Inclusie en ik hebben deze belangstelling van de organisatoren omarmd. Wij hebben met hen een themanetwerk opgezet en samen een routekaart ontwikkeld over hoe je een festival toegankelijk maakt. Aan het themanetwerk doen veel mensen en organisaties mee. Grote festivalorganisatoren, een team van ervaringsdeskundigen met een verschillend type beperking, de brancheverenigingen, Vereniging van Evenementenmakers en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, ieder in LKCA, diverse gemeenten en de VNG. Allemaal partijen die op de een of andere manier iets te maken hebben met festivals of toegankelijkheid. Samen hebben we de behoeften en de mogelijkheden in kaart gebracht. Zo is de routekaart ontwikkeld. Iets ontwikkelen met zoveel partijen kost misschien wat meer tijd, maar levert enorm veel op. Alleen ga je sneller en samen kom je verder. De routekaart sluit goed aan bij wat iedereen haalbaar vindt en waar iedereen achter staat. In de routekaart leggen wij in alle fases van organisatie van het festival uit wat er nodig is aan toegankelijkheid voor alle doelgroepen van mensen met een beperking. Dit gaat van communicatie voor de ticketverkoop tot aan de uitvoering. Zo kan een organisator passend bij het festival toegankelijkheidsfaciliteiten treffen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een website waarop de routekaart te vinden zal zijn. Hier is niet alleen de routekaart te vinden, maar ook een aantal quick wins waarmee je direct aan de slag kan. Enkele quick wins zijn: communiceer toegankelijkheid op de website. Zorg dat er 1 contactpersoon is die alles weet van toegankelijkheid en weet wat de juiste afmetingen van faciliteiten zijn. De routekaart gaan we officieel presenteren tezamen met alle festivalorganisatoren, zodra er weer uitzicht is wanneer er grote festivals georganiseerd kunnen worden.
Onze partners gaan helpen om de routekaart te verspreiden onder de organisatoren. Zo gaat de VNG gemeente aansporen om de routekaart onder de aandacht te brengen bij festivalorganisatoren als zij een evenementenvergunning aanvragen. Brancheverenigingen gaan hun leden op een eigen manier attenderen op de routekaart. Jullie, mensen met een beperking die graag naar festivals gaan, kunnen hierbij ook een rol spelen. Dit kan door de gemeente en de organisatoren te attenderen op de routekaart en direct na een festival contact op te nemen met een organisator om de verbeterpunten door te geven. Hierbij mogen de positieve punten zeker niet worden vergeten. Als je op de hoogte wilt blijven van de routekaart, houd dan de website van de Coalitie voor Inclusie in de gaten. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Dankjewel Marianne. En we zien Marianne straks nog terug als expert in ons panel. We gaan naar een ander mooi voorbeeld. Ik kwam ook net al eventjes langs in het verhaal van Maartje en Maaike. Namelijk het Van Abbe Museum. Ik zag deze week nog een online post van Marleen Hartjes over de robot die ze hebben in het Van Abbe Museum. Waarmee je vanuit huis het museum kunt bezoeken. En ik ben heel benieuwd wat ze ons vandaag gaat vertellen over de manier waarop het Van Abbe Museum werkt aan toegankelijkheid. Marleen. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ik ben ontzettend blij dat we het nu op deze manier kunnen doen. Ik heb een presentatie voorbereid en ik kan me voorstellen dat die zo dadelijk ook in beeld komt. En daar kan ik dan het een en ander bij vertellen. Ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen. Ik ben Marleen Hartjes. Ik werk voor het Van Abbe Museum in Eindhoven. Dat is een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Je ziet hem hier in beeld. Super fijn. Het is een museum dat zich vooral richt op hedendaagse kunst. Maar net zoals musea zijn ook alle culturele instellingen zijn plekken van verhalen. En wij proberen die verhalen zo goed mogelijk te delen aan de hand van kunstwerken en tentoonstellingen. En aan de hand van die tentoonstellingen proberen wij eigenlijk die verhalen te vertellen. Maar op het moment dat je die verhalen niet kan verstaan, omdat je bijvoorbeeld doof bent of van een andere taal spreekt, of omdat je het museum niet in kan en daardoor überhaupt geen toegang hebt tot het gebouw en daardoor niet tot deze verhalen. Kortom, als je onzichtbare of zichtbare drempels ervaart om toegang te vinden tot de kern van waar een museum voor staat, dan ben je als museum niet toegankelijk. En ik denk dat de afgelopen jaren de museumsector enorme stappen hebben gezet om de musea en de tentoonstellingen toegankelijker te maken voor iedereen. Ik zou graag de volgende slide willen. Wat ik wil gaan doen, ik wil jullie even meenemen aan de hand van een aantal voorbeelden die wij in het Van Abbe Museum hebben gedaan. En ik wil jullie dat doen aan de hand van een aantal P's. Ik gebruik hiervoor de 4 P's van de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Dat zijn de P van programma, publiek, partners en personeel. En ik wil daar graag nog een aantal P's aan toevoegen. Dus ik wil graag volgende. Ik wil graag namelijk de P van pronkstuk, persoonlijk en pand toevoegen. Omdat ik denk dat toegankelijkheid een voorwaarde is voor inclusie. Als ik het heb over inclusie, dan bedoelen wij in het Van Abbe Museum dat het museum toegankelijk is voor iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, gender, seksuele geaardheid, religie, maatschappelijke of sociale achtergrond of culturele achtergrond. Dus inclusie is veel breder dan alleen toegankelijkheid, maar toegankelijkheid is wel de voorwaarde om überhaupt toegankelijk te kunnen zijn. Alles begint bij de P van programma. Ik denk dat op het moment dat je begint met toegankelijkheid, dan kan het zo klein zijn als een project. Gewoon een project die start bij een idee, bij van één iemand in de organisatie. En dat kan echt iedereen zijn. Dat hoeft niet de directeur te zijn. Maar iedereen in de organisatie kan het initiatief nemen om een project te starten. In ons geval was dat in 2013 het Onvergetelijk Van Abbe. Samen met het Stedelijk hebben we toen Onvergetelijk Van Abbe en Onvergetelijk Stedelijk opgezet. Dat waren rondleidingen voor mensen met dementie en Alzheimer en hun mantelzorgers. En dat heeft eigenlijk voor ons de bal aan het rollen gebracht. Volgende. Het is namelijk zo dat dat programma inmiddels in 12 musea in heel Nederland
toegankelijk is. Dus het betekent dat je in heel Nederland in de buurt naar een museum kan gaan waar ze deze speciale rondleidingen aanbieden. Maar het heeft ons ook heel erg aan het denken gezet van deze doelgroep heeft andere dingen nodig dan de reguliere bezoekers. Als zij naar het museum gaan, dan gaan zij daar niet per se heen voor inspiratie of om een met vrienden even vrije tijd te besteden. Maar we merkten aan deze doelgroep dat zij echt tot 2 weken na hun bezoek aan het museum helderder en positiever waren dan een vergelijkbare groep die niet naar het museum was gegaan. En dat, het onderzoek wat we daarna hebben gedaan is te vinden op www.onvergetelijkmuseum.nl. En daar vind je ook de trainingen online, dus waar je zelf mee aan de slag kunt in je organisatie. Hoeft niet eens een museum te zijn, maar gewoon een organisatie. Om zelf aan de slag te gaan met dementie in je organisatie. En hoe je rondleidingen zou kunnen verzorgen voor hen. De volgende stap voor ons was, van er zijn natuurlijk een hele groep mensen die om een heleboel redenen niet naar het museum kunnen komen. Vaak omdat ze bijvoorbeeld weliswaar dementie hebben, maar bijvoorbeeld fysiek niet naar het museum kunnen komen, omdat ze bijvoorbeeld dat kunnen doen, voordat ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of bijvoorbeeld ernstig ziek zijn. Het is namelijk zo dat we nadat we dus die rondleidingen zijn gaan aanbieden, ontdekten dat er dus een heleboel mensen niet naar het museum kunnen komen. En toen hebben we besloten om door het museum naar hen toe te brengen met de Onvergetelijk Museumtafel. Inmiddels staat in 800 verzorgingshuizen en in bibliotheken staat er een digitale tafel waarin aan de hand van de onvergetelijk methode mensen eigenlijk een soort do-it-yourself tour kunnen doen en zelf op ontdekkingsreis kunnen gaan aan de hand van de collecties van het Van Abbe Museum en het Stedelijk. Waardoor die mensen die dus niet naar het museum kunnen komen eigenlijk op deze manier door middel van kunst met elkaar in contact kunnen komen. Inmiddels zijn gelukkig ook het Zeeuws Museum en het Limburgs Museum aangesloten op deze tafel. En hij staat open voor andere musea. Volgende. Als je niet naar het museum kan komen, dan kunnen we ook naar jou toe komen. Dus aan de hand van verschillende programma's bieden wij ook de mogelijkheid om buiten de museummuren naar de mensen toe te gaan. Eén voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Van Abbe On Tour. Dat zijn tentoonstellingen aan de hand van collectiestukken, beroemde collectiewerken. En daar hebben wij een replica museum van gemaakt. En die exacte replica's die reizen dus van het ene zorginstelling naar de andere. En op die manier kunnen wij dus mensen bereiken die we anders nooit zouden kunnen bereiken. En de rondleiders reizen mee. Dus die kunnen dus op locatie ook heel erg één op één in contact gaan met deze mensen. Op het moment dat je aan de slag bent gegaan met programma's en na hebt gedacht over waar moeten we aan de slag, dan kun je er niet omheen om het publiek hierbij te betrekken. Door de focus te leggen op groepen die je misschien nu nog niet bereikt, zul je heel erg veel leren en ontdekken door in gesprek te gaan met deze doelgroep. Dat kan zijn met individuen uit de stad, dus zet een open call uit en vraag gewoon aan je stadsgenoten van wie wil graag meedenken over dit onderwerp, bijvoorbeeld over het onderwerp blinden en slechtzienden. Maar zo hebben we ook bijvoorbeeld inmiddels alweer een paar jaar prikkelarme museumbezoeken in het museum. Dit hebben we samen ontwikkeld met mensen met niet aangeboren hersenletsel, met ADD, ADHD of met autisme. Maar bijvoorbeeld ook met mensen met burn-out. Samen met deze groep en met Onbeperkt Genieten hebben we eigenlijk een museumbezoek ontwikkeld wat niet alleen een speciale rondleiding is, maar vooral ook op een buiten openingstijden de mogelijkheid biedt aan deze specifieke groep om op een hele prikkelarme manier het museum te bezoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dat er een rustruimte is, dat je bijvoorbeeld het licht dimt, dat je de beeldschermen uitzet, dat je het licht eventueel uitzet, en het geluid misschien op koptelefoons beschikbaar maakt. Waardoor je dus ruimte biedt aan de bezoeker om prikkels te kiezen die zij willen aankunnen als het ware. En waardoor je dus, omdat het buiten openingstijden is, eigenlijk een heel rustige plek biedt die speciaal voor hen de mogelijkheid biedt om toegang te verlenen. Volgende. Ook het special guest programma is een heel goed voorbeeld van
hoe je de bezoeker centraal kunt zetten. Het Special Guest programma was een programma wat we in 2014 zijn gestart om het museum toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. En we hebben ons daar in eerste instantie gericht op mensen met een visuele en auditieve beperking en mensen die door een fysieke beperking niet naar het museum kunnen komen. Maar op het moment dat jij de bezoeker centraal staat en je de deuren opent naar andere groepen, voelen andere minderheidsgroepen zich ook aangesproken. In de loop van de jaren zijn er daardoor ook rondleidingen ontwikkeld voor mensen met afasie, spraakmakend van ABBE rondleidingen, of bijvoorbeeld rondleidingen op aanvraag voor mensen met Down-syndroom, touchdown rondleidingen. En op die manier merk je dat je door samen te werken met het publiek, kun je dus herkennen en erkennen wat mensen nodig hebben en op die manier eigenlijk aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Dat leidt soms tot programma's op maat, omdat ze zulke specifieke dingen nodig hebben dat het alleen maar op dat moment kan. Maar bijvoorbeeld bij de maandelijkse rondleidingen, de multizintuigelijke rondleidingen, die we in eerste instantie voor blinden en slechtzienden hebben opengesteld, merkten we dat dat eigenlijk voor iedereen interessant is. Dit heeft ons dus ook aan het denken gezet hoe je dus het museum toegankelijk kan maken voor iedereen en tegelijkertijd de museumervaring kan verrijken voor iedere bezoeker. En daarvoor zijn we partnerschappen aangegaan en daarvoor wil ik de volgende slide graag laten zien. Door samen te werken met verschillende partners uit de doelgroep, ga je ook door met nieuwe partners vooral samen te werken, ga je ook andere dingen ontdekken. Ga je ook nieuwe verbanden aan en zorg je samen voor een meerwaarde die je in je eentje niet kan creëren. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld de Geraakt tentoonstelling. Dat was een tentoonstelling samen met Stichting Cubes. Dat is een stichting voor onder andere blinde kunstenaars, blinde en slechtziende kunstenaars. En samen met hen hebben wij een tentoonstelling gemaakt in 2016, waarin 28 kunstenaars hun tastwerken lieten zien. En waarin zij ook degene waren die de rondleiding gaven. Waardoor eigenlijk die rollen in het museum ook even werden omgedraaid. Ziende bezoekers werden meegenomen aan de hand van de blinden. En op die manier werd eigenlijk de tast, maar ook andere zintuigen geprikkeld om tentoonstellingen te ervaren vanuit alle zintuigen. En hebben we ook geëxperimenteerd met bijvoorbeeld verschillende manieren van routing. Hoe je bijvoorbeeld door middel van een routing op de vloer kan aangeven waar je precies moet zijn. En ook bijvoorbeeld met braille titelkaartjes en dat soort dingen. Volgende. Dat heeft ons ertoe gebracht dat we eigenlijk ook niet alleen met Cubes zijn gaan samenwerken, maar bijvoorbeeld ook de Raakstimuleringsprijs in het leven hebben geroepen. Nou, vandaag is een belangrijk moment, want vandaag wordt de 5e editie van de Raakstimuleringsprijs uitgereikt. Dus na deze meeting ben ik straks weg. Omdat de Raakstimuleringsprijs is een initiatief van het Oogfonds en Dedicon. En met die Raakstimuleringsprijs willen wij graag de handen ineens slaan om andere musea te inspireren, maar ook vooral te stimuleren om zich in te zetten voor blinden en slechtzienden. En dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels een prijzenpot van €60.000 mogen vergeven aan andere musea. En dat we dit jaar alweer voor de 5e keer deze prijs kunnen uitreiken. Volgende slide. De Multisensory Museum is dus een proces die eigenlijk start bij de bezoeker. Multisensory Museum gaat eigenlijk over een onderzoek waar het pand centraal staat. Want het is hartstikke mooi als je verschillende programma's hebt, maar als je pand nou niet toegankelijk is, dan kun je alsnog niet toegang vinden tot het museum. Een van de belangrijkste dingen die we hebben gedaan is samen met de KU Leuven, de Universiteit in Leuven, en samen met architecten en ervaringsdeskundigen met een beperking, hebben we ons de vraag gesteld: hoe zou het museum eruit zien als het was ontworpen vanuit alle zintuigen? En wat kunnen we daarbij leren van mensen met een beperking? Mensen met een beperking zijn experts op dit gebied. En wij zien ze vaak als, of wordt vaak gezien als mensen met een beperking. Maar ik denk dat juist dat ze een specifieke expertise is, die vaak over het hoofd wordt gezien. Dus zet de mensen nogmaals, werk met het publiek samen, sluit partnerschappen en
voor ons heeft dat dit onderzoek toegeleid dat we een experimentele multizintuiglijke ruimte in het museum hebben. Volgende. Waarin we ook bijvoorbeeld niet alleen het gebouw helemaal hebben, of in ieder geval één verdieping hebben, opnieuw hebben ontworpen. Op een inclusieve manier. Dus dat het is dus inclusief voor iedereen. Op een intuïtieve manier. En dat er daarnaast ook vertalingen zijn van het kunstwerk. Want het blijft een tentoonstellingsruimte. Dus het, het faciliteert als het ware de kunst. Door middel van tastobjecten en een geurroute. Waar door middel van meerdere geuren als het ware dieper in dat kunstwerk terechtkomt. We werken hiermee samen met onder andere dus die architect, maar ook met Karel Verbeek, een geurhistoricus. En met de blinde ontwerper Simon Dogger, die het tastlandschap heeft gemaakt. Samen met Simon zijn we nu een volgende stap aan het zetten. Voor individueel museumbezoek, voor blinde bezoekers, is namelijk individuele toegang nodig. En op dit moment is dat nog het enige grote obstakel wat wij zien naar een inclusief museum. Want wat ik toen straks zei, op het moment dat jij je drempels verlaagt en een museum toegankelijk maakt voor iedereen, dan moet je dus ook niet specifieke programma's voor specifieke mensen kunnen aanbieden, maar eigenlijk dat je op ieder gewenst moment naar het museum zou moeten kunnen gaan, om op dat moment ook de tentoonstelling in ons geval in volle glorie te kunnen ervaren. En met name blinden en slechtzienden die kunnen misschien niet zelfstandig het museum bezoeken, omdat ze altijd een begeleider nodig hebben, wanneer de routing bijvoorbeeld niet duidelijk is. We zijn nu bijna klaar met de ontwikkeling van TikTik. Dat is een indoor navigatiesysteem die dus die individuele toegang mogelijk maakt. Het is een app die eigenlijk van je telefoon een wiggelroute maakt. En dan daarmee volg je een onzichtbare lijn, bijvoorbeeld door de tentoonstelling heen of naar het museumcafé. Waardoor je dus, als je bijvoorbeeld bij een kunstwerk bent beland, ook een audiodescriptie krijgt van het werk. En een instructie krijgt van hoe de voelobjecten die daar ter plekke staan, hoe die te gebruiken. Het pand is dus verdient dus ook de aandacht. Mijn tip zou zijn een pand is eigenlijk als het ware de hardware van je organisatie. En programma's en mensen zijn de software. Het is veel makkelijker om de software te updaten en nieuwe programma's te implementeren dan dat je bijvoorbeeld de hardware aanpakt. Ik heb gemerkt dat zijn soms trage processen, maar ontzettend belangrijk. En kies daarvoor je moment. Het kan zijn bijvoorbeeld dat je een nieuwe tentoonstelling gaat maken, of een nieuw programma krijgt, of een verbouwing tegemoet gaat. En ga dan dat soort momenten aangrijpen om ook met andere ogen naar dat gebouw en naar die vormgeving te kijken. Een houvast die ik je zou kunnen geven is het praktijkhandboek Museum Open Nu, die overigens voor andere organisaties ook super handig is. En die, ik heb begrepen dat die jullie krijgen toegestuurd. Ik heb een gratis download link meegestuurd. Dus die kunnen jullie straks gewoon gratis downloaden. En dat is gewoon heel hands-on werkboek, waarmee je dus heel erg stapsgewijs je gebouw, maar ook je ontwerpen kunt aanpakken. Volgende. Het pand houdt niet op bij de grenzen van de bakstenen. Het is een gegeven, het is een feit dat gebouwen herbergen eigenlijk onze verhalen. Maar deze verhalen zijn veel vloeibaarder dan het gebouw. En wat wij ook gaan nadenken zijn, je zag het net al, naar andere manieren hoe je toegang kan krijgen tot die verhalen. En een van die manieren is bijvoorbeeld de museumrobot. Sinds 2015 hebben wij een museumrobot in het museum, waarmee individuele bezoekers, maar ook groepen, een timeslot kunnen boeken en vanuit huis of vanuit het ziekenhuis of vanuit het buitenland of vanuit het klaslokaal in kunnen loggen in de robot en eigenlijk zelf door het museum kunnen sturen. En op die manier dus van afstand een museum kunnen bezoeken. In tijden van corona is dit natuurlijk ook een ontzettend interessante tool om op het moment dat alle deuren gesloten zijn, deze digitale deur open te houden. Personeel, de P van personeel is ook ontzettend belangrijk. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat de doelgroep, welke doelgroep dan ook, of je nou een andere cultuur hebt, of een andere religie, of misschien een andere seksualiteit, of een gender, maar bijvoorbeeld ook een beperking, dat die beperkingen ook zichtbaar zijn in de organisatie. Dat mensen zich
gezien voelen en gerepresenteerd voelen in de organisatie als ze daar zijn. Een van de dingen die we hebben gedaan is bijvoorbeeld het aannemen van een aantal collega's, waaronder een dove rondleider. We hebben verschillende dove rondleiders die rondleidingen verzorgen in gebarentaal. En de foto die je ziet is ook het Nederlands Gebarenkoor. Dat is een koor die zingt in gebarentaal. Dat is werkelijk wonderschoon. Maar die werken bij ons en hebben nu al een aantal keer samengewerkt met het museumkoor. Dat is een museumkoor die eigenlijk bestaat uit medewerkers van het museum. En die bezingen als het ware de kunstwerken. Die brengen daarmee de kunstwerken tot leven, omdat sommige kunstwerken zijn geïnspireerd door muziekstukken. Of zijn bijvoorbeeld komen uit een bepaald land en komen dus door middel van die muziekstukken tot leven. Samen met het gebarenkoor ja, is dat een heel bijzonder levend ding, wat echt de moeite waard is om een keer te bekijken. Er zijn ook verschillende digitale middelen. Je zou kunnen zeggen dat je ook digitale rondleidingen kan aanbieden. Bijvoorbeeld door middel van een videotour. We hebben een aantal jaar geleden, in 2016 geloof ik, een videotour in gebarentaal gelanceerd. Waarmee dus dove bezoekers op ieder gewenst moment dus een tour in gebarentaal konden volgen. Of gezinnen met kinderen iedere maand een theatertour, een interactieve tour, waarbij een gebarentolk onderdeel is van de rondleiding. Waardoor niet alleen dove kinderen, maar ook horende kinderen samen eigenlijk dat museum kunnen ervaren. Volgende. De P van Pronkstuk gaat over collectie. Ik vind het belangrijk dat collecties ook onderdeel worden van het hele inclusieverhaal en over toegankelijkheidsverhaal. Het gaat namelijk niet alleen maar over educatie of bemiddeling. En het gaat ook niet alleen maar over toegankelijke programma's. Maar het gaat ook over hoe je de collectie die je hebt, of de collectie zelf toegankelijk maakt. Dat doe je onder andere door, wij hebben het in ieder geval gedaan door vertalingen van de collectiestukken door middel van tastobjecten of voelplaten of geuren of ja, soms zelfs smaken en audiodescripties. Dat je dus op verschillende manieren de mogelijkheid krijgt om zo'n kunstwerk te ervaren. Volgende. Wat we hebben gedaan is, we hebben bijvoorbeeld deze vertaling ook onderdeel gemaakt van de vaste opstelling. En je kunt dus nu naar het museum gaan en dus bij een deel van de vaste opstelling ook die kunstwerken ervaren. Volgende. De P van persoonlijk is de laatste. En meteen de allerbelangrijkste en misschien de allereerste waarmee je moet beginnen. De P van persoonlijk geeft eigenlijk aan welke rol heb ik in mijn rol binnen mijn organisatie. Of je nou in een museum werkt, of je voor de overheid, of voor een andere culturele instelling. Welke rol heb ik als het gaat over toegankelijkheid en inclusie? Wat kan ik morgen anders doen om bijvoorbeeld inclusievere keuzes te maken? Ik merk vaak dat in het veld mensen aan het wachten zijn tot een soort teken vanuit het beleid, of vanuit de directeur, of misschien vanuit de overheid, om aan de slag te gaan met dit onderwerp. Ik zou jullie willen oproepen om zelf die agent of change te zijn. Zelf degene te zijn die de verandering in de organisatie teweeg brengt. Door gewoon andere beslissingen te nemen. In je budget wat je bijvoorbeeld hebt als communicatiemedewerker. Kun je bijvoorbeeld aan representatie doen. Dus je kunt bijvoorbeeld rekening houden dat bijvoorbeeld mensen met een beperking wat vaker ook in beeld komen. In beeld worden gebracht. Dat je als tentoonstellingsmaker rekening houdt met hoogte van vitrines, dat ook mensen met een rolstoel in die vitrines kunnen kijken. Kortom, alle rollen die je hebt, dragen bij aan toegankelijkheid. Dus je hebt daar geen framework voor nodig. Het is gewoon ook gewoon een kwestie van doen. En ja, ik hoop dat ik je daartoe heb aangezet. Volgende. Dan gaan we even een summary. Even een kleine samenvatting van wat we nou hebben besproken. Het begint dus allemaal bij jezelf. De P van persoonlijk, het begint bij jezelf. Jij bent de start van alle ontwikkeling en jij hebt er ook iedereen draagt een eigen verantwoordelijkheid in dit proces. En schuif het dus niet af op een beleidsplan of op een ding, maar ga daar zelf mee aan de slag. Volgende. En dan doen we nog eentje extra. Laat heel eventjes staan. Luister en leer van je publiek. Erken en herken wat zij nodig hebben om zichtbare en onzichtbare drempels weg te nemen. Publiek.
is een partner in crime. Publiek is niet iets wat buiten je organisatie is, maar zou eigenlijk zoveel mogelijk binnen je organisatie worden meegenomen in allerlei verschillende beslissingen. Maar het is belangrijk dat je ze serieus neemt. En dat je ze niet als een soort checklist even laat checken of het goed is, maar bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces betrekken. En waarbij je luistert en leert van hun ervaringen. Vooral ook leren. Het kan zijn dat jij misschien een ingenomen idee hebt van wat toegankelijkheid is. Maar ik heb persoonlijk ook gemerkt dat onze plannen in eerste instantie allemaal de prullenbak in konden, omdat wij ze hadden bedacht vanuit een able-bodied perspectief. Oftewel een perspectief van mensen zonder beperkingen. Terwijl het is fundamenteel anders op het moment dat jij de hele dag in een rolstoel zit of altijd blind bent. En die expertise, die moet je echt serieus nemen en meenemen. De volgende. Partners, doe het samen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het is een bekend gezegde inmiddels, maar het is wel ontzettend belangrijk. En die andere die ook heel belangrijk is, nothing about us without us. Oftewel, doe het niet zonder de ander op het moment dat je iets voor de ander wil doen. Het gaat dus echt over een samenwerking. Volgende. Programma, begin klein, maar maak het duurzaam. Ja, start gewoon met een pilot, start met een klein project en probeer het gewoon uit. Zoek iets wat past bij jouw organisatie en ga dat gewoon eens even uitproberen met bijvoorbeeld één doelgroep. Focus je misschien op één doelgroep, op één obstakel wat je graag uit de weg wil helpen. Op het moment dat je namelijk klein begint, kun je daarvan leren en kun je ook kijken wat er voor nodig is binnen jouw organisatie om dit mogelijk te maken. Maar leer vooral ook van anderen. Dat zijn hele mooie best practices van organisaties in Nederland en daarbuiten waarvan je kan leren. Een heleboel daarvan die kun je vinden op studio-inclusie.nl. En daar vind of .com, god, vergeet ik altijd. Nou, kun je een heleboel best practices en publicaties vinden om je op weg te helpen. De P van personeel, zorg voor draagvlak en binnen de organisatie en representatie van de doelgroep. Dat spreekt voor zich. De P van pronkstuk, zorg dat iedereen van de collectie kan genieten en denk na over representatie. Het is goed om na te denken over of je misschien kunstenaars of makers kan uitnodigen die zelf een beperking hebben, om ook die creatieve invalshoek mee te nemen in jouw verhaal als museum. Volgende. De P van pand. Het is belangrijk dat je het pand ervaart vanuit mensen met een beperking. Er zijn enorm veel organisaties zoals de Zonnebloem, maar bijvoorbeeld ook Cubus en nog een heleboel andere organisaties die zichzelf aanbieden om het pand te testen, de organisatie door te lichten, de website te testen, Stichting Accessibility bijvoorbeeld, om te kijken wat er nodig is voor jouw museum om hiermee aan de slag te gaan. Maar dat geldt ook voor alle andere organisaties. Volgende. Dit is meteen ook de laatste. Toegankelijkheid is de voorwaarde voor inclusie. Op het moment dat wij streven naar een inclusieve samenleving, moet je realiseren dat er eerst obstakels moeten worden weggenomen om überhaupt mensen mee te nemen in jouw verhaal vanaf het begin. Het is dus belangrijk dat we die ervaring met elkaar blijven delen, dat we leren van anderen om uiteindelijk tot die verrijking te komen voor de culturele sector. Het is namelijk, toegankelijkheid is geen beperking voor de culturele sector. Het is een kans. Het is een kans om die culturele sector te verrijken en eigenlijk een scala aan nieuwe mogelijkheden binnen te halen. Ik heb bijvoorbeeld nu een heel nieuw arsenaal aan mogelijkheden, doordat alle zintuigen opeens binnen handbereik liggen. En dat gun ik de culturele sector, omdat ik daarvan heb kunnen proeven wat het kan betekenen. En dat zou heel mooi zijn als de komende jaren dat breed gedragen zou worden. Kortom, ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen inspireren. En hopelijk gaan jullie hier gauw mee aan de slag. Dankjewel. Dankjewel Marleen. Nou, aan de P van persoonlijk ligt het bij Marleen zeker niet. Heel mooi, alle P's op de code DU.nl kun je daar ook meer over lezen. We gaan naar het volgende voorbeeld. Ik denk ongeveer een jaar geleden werd de agenda inclusieve podiumkunsten gepresenteerd met bijbehorende landkaart. En Joost Groeneboer, specialist cultuurparticipatie bij LKCA, zal daar meer over vertellen. Joost, ga je gang. Ja, de agenda inclusieve podiumkunsten is in 2019 opgesteld
om de podiumkunsten toegankelijk te maken voor en met mensen met een beperking. Het gaat in de agenda om fysieke toegankelijkheid. Hoe kunnen culturele organisaties drempels weghalen, zodat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de kunsten, als beoefenaar en publiek. Daarnaast is er aandacht in de agenda voor organisatorische en artistieke toegankelijkheid. Wat voor eigen artistieke mogelijkheden brengen mensen met een beperking bijvoorbeeld met zich mee? Denk aan Redo, die vorig jaar de zwaan won voor de meest indrukwekkende dansprestatie. De agenda staat vol aanbevelingen aan culturele organisaties, professionals en gemeenten en praktische tips. Hoofdpunten zijn: kunstlessen zijn toegankelijk voor iedereen. Kunstvakopleidingen werken inclusief. En podia programmeren inclusief. De agenda is een initiatief van Holland Dance in samenwerking met het LKCA, de British Council, Theater Stilburg en het Fonds Podiumkunsten. Een ruime groep betrokkenen uit de culturele sector heeft de agenda opgesteld tijdens 3 ronde tafelgesprekken. Waaronder ook een aantal ervaringsdeskundigen, mensen die zelf een beperking hebben en uit ervaring weten waar ze tegenop lopen. Niets over ons, zonder ons, is een veelgehoord geluid. De agenda is al ondertekend door veel organisaties en sleutelpersonen uit de culturele sector. En je kunt hem nog steeds ondertekenen. Op onze website zie je hoe. Ondertekenen is 1 ding, maar er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan is een tweede. Eerder deze week is de agenda inclusieve podiumkunsten tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Dansdagen en het LKCA geëvalueerd. Waar staan we, dik een half jaar later, nu? Volgens een enquête die voor de zomer bij de ondertekenaars is uitgezet, in coronatijd, dus dat kan een beetje een vertekend beeld geven, blijkt dat ongeveer 42% stappen heeft gezet op het gebied van intern draagvlak creëren, samenwerkingen aangaan, inclusiever beleid en communicatie. Want vaak begint het al met een betere toegankelijke communicatie. Nog enkele cijfers. Ongeveer de helft van de ondervraagden is bezig met inclusiever aanbod en de scholing van personeel. Bijna net zoveel heeft stappen gezet om ervaringsdeskundigen mee te laten denken en beslissen. 30% van de opleidingen zegt het curriculum te hebben aangepast en 20% denkt na over de toelatingseisen. Van de theaters is 45% bezig met het weghalen van fysieke drempels en 60% geeft aan stappen te hebben gezet om inclusiever te gaan programmeren. Het is weliswaar een enquête en geen wetenschappelijk onderzoek, maar de cijfers geven wel een indicatie. Grosso modo geeft 50% aan dat ze actief aan inclusie werken, maar 50% dus ook niet. Er is dus nog genoeg te doen. Het is een beetje een vicieuze cirkel. Want waar begin je? Bij amateurkunstverenigingen en kunstonderwijs? Bij de vakopleidingen? Bij dans, theater en muziekgezelschappen? Bij podia en festivals? Hoe doorbreek je die cirkel? Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet alleen om toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de zaal, maar ook op het podium en achter de schermen. En in alle gelederen. Staat de sector bijvoorbeeld ook open voor een dove programmeur, voor een dansdocent of choreograaf in een wielstoel, of een blinde regisseur? Tot zover de agenda inclusieve podiumkunsten. Een andere bron van inspiratie op onze website is de landkaart inclusieve podiumkunsten, met tal van goede voorbeelden. Staat jouw inclusieve gezelschap, instelling of activiteit er nog niet bij? Meld ze dan alsnog op de website aan. We blijven nog eventjes bij de podiumkunsten. Namelijk, we gaan kijken naar Saartje Oldenburg. Zij is initiatiefnemer van HNT Onbeperkt bij het Nationaal Toneel. Samen met Willemijn Haasken, projectleider van HNT Onbeperkt. Dames, ga je gang. Dankjewel. Hallo, voor de mensen die mij niet kunnen zien, ik ga een klein stukje gebaren. Ik ben Willemijn Haasken, projectleider van HNT Onbeperkt.
Ik heb een witte huidskleur, blauwe ogen en mijn blonde haar zit in een lage knot. Ik heb een geel blouseje aan. Ik ben 1,77 meter lang, maar ik zit achter mijn bureau, dus ik zou in principe kunnen liegen over mijn lengte. Mijn bureau staat thuis, in de logeerkamer, welkom. Rechts van mij staat dan ook een logeerbed en links achter mij staan drie plantjes die, sinds ik zoveel thuis ben, het opvallend slecht doen. Ik ben de projectleider van HNT Onbeperkt. HNT Onbeperkt is een programma van het Nationale Theater. En ik zal zo meteen wat meer vertellen over de ontwikkeling van het programma. Maar ik wil eerst het woord geven aan mijn collega Saartje Oldenburg, de initiatiefnemer van en het brein achter HNT Onbeperkt. Zij vertelt iets meer over de aanleiding van dit project. Hallo, ik ben Saartje Oldenburg. Heb blauwe ogen, blond haar. Mijn haar zit los. Ik heb een zilveren oorbellen in. Een zwarte blouse met een V-hals. En een verticaal streepjespatroon. Ik zit aan mijn eettafel en op de achtergrond een foto van een bos en een houtkastje met fotolijstjes daarin. Dat was de omschrijving van mezelf. En nu over het project. In 2018 heb ik binnen het Nationale Theater het initiatief genomen om met het programma HNT Onbeperkt te starten. Geïnspireerd op mijn eigen ervaring hoe het is om te leven met een beperking. Want in 2015 was ik hoofdeducatie bij Theater aan het Spui. Toen ik van de een op de andere dag door ziekte ernstig hersenletsel opliep. Ik doorliep een intensief revalidatietraject en keerde terug bij het inmiddels gefuseerde Nationale Theater. Met mijn fysieke beperkingen en een grote beperking in energie. Tijdens mijn revalidatie kwam ik in contact met mensen die graag naar het theater zouden willen. Maar besloten dat het door hun beperking niet meer kon. Ik dacht dat het wel mogelijk moest zijn en besloot een plan te schrijven om die belemmeringen vanuit het theater weg te nemen. HNT Onbeperkt heeft tot doel gesteld om onze theaters het aanbod en de organisatie voor mensen met een beperking toegankelijk te maken. Deze aanpak beïnvloedt ook het artistieke product. Met HNT Onbeperkt leveren wij een actieve bijdrage aan de inclusieve samenleving en Willemijn ligt toe hoe wij hier de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Yes. Wat doen we? We maken onze gebouwen, de organisatie en de voorstellingen toegankelijk. En dat doen we op verschillende manieren. Zo hebben we het eerste jaar ons vooral gericht op het creëren van draagvlak binnen onze eigen organisatie. Voor het inwinnen van advies en kennis over de doelgroepen en de behoeften onderhouden wij intensief contact met belangenorganisaties, patiëntenverenigingen en de bezoekers zelf. Ook zijn we samenwerkingen aangegaan met gespecialiseerde instanties zoals Stichting Komt Het Zien en Stichting Onbeperkt Genieten. Voorstellingen maken we toegankelijk door het inzetten van gebarentolken, schrijftolken, audiodescriptie en door het faciliteren van stilteruimtes. En zo hebben wij mensen uit verschillende doelgroepen leren kennen. Mensen met een mobiliteitsbeperking, mensen met een auditieve en of visuele beperking en mensen met een hoge prikkelgevoeligheid. En in ons tweede seizoen hebben we daar de doelgroep kunnen uitbreiden met kinderen met een beperking. Doof of blind, fysiek of meervoudig gehandicapt. We laten nu graag een filmpje zien dat goed illustreert wat we doen. En voor degenen die niet kunnen zien, leggen we van tevoren even uit wat er gebeurt. Het filmpje is opgenomen in de foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Eerst vertelt Arlette Hanson over het werk van Stichting Komt Het Zien. Daarna vertellen mensen uit het publiek over hun ervaring tijdens de voorstelling.
En terwijl zij spreken, zijn er beelden te zien van hoe mensen naar hun plek in de zaal worden begeleid, hoe de apparatuur werkt en zijn er beelden van een meet and feel. En dat alles wordt afgewisseld met scènes uit verschillende voorstellingen van het Nationale Theater. Er komen ook beelden voorbij van een poëzieprogramma in zaal 3 met gebarentolken. U hoort de ervaring van een bezoeker en de stem die u hoort is van een tolk Nederlandse gebarentaal. En een kleine opmerking voor iedereen. Dit filmpje is voor corona opgenomen, dus je ziet veel mensen dicht op elkaar. Ik zeg er maar even bij, want dat is in deze tijd ziet dat er best vreemd uit. De blinde mensen willen we een beleving meegeven van de voorstellingen en dat doen we door andere zintuigen te laten gebruiken. Dat betekent dat we voor de voorstellingen een meet and feel organiseren, waarin we al vertellen, beschrijven hoe het decor eruit ziet, hoe de kostuums eruit ziet, waar mensen al de stemmen van de acteurs kunnen horen, zodat ze weten welk geluid bij welke acteur hoort. En dan tijdens de voorstelling is er live audiodescriptie. Dat betekent dat een blinde tolk beschrijft wat er allemaal te zien is op het toneel. Ja, het was heel fijn om die toegevoegde waarde te hebben tijdens de voorstelling. Want er gebeurt toch heel veel toch op het toneel. Ondanks dat je goed voorbereid, er gebeurt er veel. En het is toch fijn om net even die extra informatie te krijgen. Ik dacht van tevoren dat dat als storend zou worden ervaren. Maar het is echt totaal niet het geval geweest. Ja, dan kom je hier en dan merk je dat er eigenlijk allerlei mensen voor je klaarstaan en middelen zijn om toch zo'n theatervoorstelling als een onvergetelijke belevenis te laten ervaren. De voorstelling vanavond was met gebarentolken en ik vond dat kon ik heel goed volgen. Ik vond het echt top. HNT is eigenlijk laten zien dat alle mogelijkheden er zijn. Er zijn ideeën en gedachten, zijn altijd welkom. En er wordt ook echt serieus over nagedacht over verschillende doelgroepen. Maar het Nationaal Theater probeert ook tolken in te impliceren in het theater en niet zeg maar alleen passieve tolken zelf en dat vind ik heel erg mooi. Je maakt het zoveel meer mee dan als je alleen maar op het geluid af moet gaan en alleen maar de dialoog kunt volgen en nu wordt er zoveel meer verteld en ik vond het echt een hele mooie toevoeging. Ja, naast het toegankelijk maken van de voorstellingen werken we ook organisatiebreed aan de verschillende vormen van toegankelijkheid. De sociale toegankelijkheid door mensen samen te brengen en elkaar te laten ontmoeten. De fysieke en digitale toegankelijkheid en de organisatorische en financiële toegankelijkheid. Vorig jaar hebben we een grote stap gemaakt met de fysieke toegankelijkheid. Vereniging de Zonnebloem heeft locaties van het Nationale Theater getest door theaterbezoek van mystery guests met een beperking om de gehele klantreis in kaart te brengen. En met de resultaten hebben we door kleine aanpassingen eigenlijk al hele grote stappen in de toegankelijkheid, de fysieke toegankelijkheid gemaakt. Bijvoorbeeld door drempelhulpen, jashaken op rolstoelhoogte en mobiele pinapparaten. En uit het rapport van de Zonnebloem kwam ook naar voren dat de toegankelijkheid met name en de zelfstandigheid van de bezoeker ten goede komt en enorm helpt wanneer zoveel mogelijk informatie over de faciliteiten in het gebouw en de bereikbaarheid, zoals aangepaste parkeerplaatsen, te vinden is. Wij hebben dus deze informatievoorziening op de website verbeterd. En we starten dit seizoen ook om de technische toegankelijkheid te verbeteren van de website. Daarnaast verzorgen we ook trainingen voor het personeel, voor de bewustwording en voor de juiste bejegening en begeleiding. En ook een deel van het personeel, het barpersoneel, heeft een aantal gebaren geleerd, zoals thee, koffie en bier. Yes. En naast deze 5 vormen van toegankelijkheid onderscheiden wij nog een 6e vorm. Die voor de cultuursector misschien de meest interessante is, de artistieke toegankelijkheid.
En HNT Onbeperkt geeft invulling aan deze artistieke toegankelijkheid op 4 manieren. Aanbod aangepast voor mensen met een beperking. Zoals zojuist te zien was in het filmpje, door de inzet van toegankelijkheidshulpmiddelen. We hebben aanbod over mensen met een beperking. Zoals bijvoorbeeld de voorstelling Spoonface, die nu te zien is over een autistisch meisje dat ongeneeslijk ziek is. We hebben aanbod door mensen met een beperking. Zoals de zichtbaarheid van makers op de vloer. Zoals bijvoorbeeld de dove dichters bij het poëzieprogramma De Poesie Bar. En we hebben volledig inclusieve projecten, waar de focus echt op het experiment ligt. Het uitproberen van verschillende vormen en de integratie van toegankelijkheidshulpmiddelen, zodat deze onderdeel worden van de voorstelling. En een mooi moment vorig jaar was bijvoorbeeld de voorstelling The Children. Bij deze voorstelling was een schrijftolk en 2 gebarentolken aanwezig. En The Children is een klassiek familiedrama dat plaatsvindt in het verbouwde familiehuis. En er is heel veel te doen om prachtige, dure schilderijen. En Bram Suiker vertolkte de rol van jongste zoon, die in het verleden een psychose heeft gehad en onterecht vaak wordt weggezet als het gekkie. En voor de laatste scène vertrokken alle familieleden uit het beeld, behalve 2. En terwijl Bram Suiker afliep, zocht hij contact met de gebarentolken en verklapte hij in Nederlandse gebarentaal, die hij zichzelf had aangeleerd, de clue van de voorstelling. Namelijk dat alle schilderijen nep waren. En dat bleek een hele empowerende ervaring voor de dove bezoekers, die op dit moment de clue eerder wisten dan het horende publiek. Dat vinden wij artistiek inhoudelijk ook heel interessant en mooi. En we zien daarvoor theater veel mogelijkheden. Dit seizoen gaan we dan ook met 2 voorstellingen experimenteren met toegankelijkheidshulpmiddelen. Bij de voorstelling Every Brilliant Thing maken we zelf audiodescriptie. En bij een nieuwe voorstelling van actrice Romana Vrede repeteert er vanaf het begin van het proces een tolk gebarentaal mee, Nederlandse gebarentaal. Zodat de gebarentaal echt wordt opgenomen in de voorstelling, zodat deze een eigen plek krijgt. Ja, en waar lopen we dan tegenaan? Want er zijn natuurlijk ook dingen die we tegenkomen. En naarmate het project langer bezig is, dan zijn we daar achter gekomen hoe omvangrijk het eigenlijk is. Het project dat gaat door alle lagen heen en vraagt om verandering van de hele sector. Dus niet alleen de verandering bij de culturele instellingen, maar het vraagt ook een andere benadering van financiering en een goede samenwerking met alle fondsen. HNT Onbeperkt is voor het grootste deel afhankelijk van externe fondsen, zoals onze samenwerkingspartner HandicapNL en Bartimeus Fonds. En we krijgen ook heel veel erkenning van de gemeente en van het Rijk voor dit programma. Maar dit drukt zich nog niet uit in financiële, meerjarige, structurele financiering. En dat is wel nodig. Participatie wordt heel vaak gebruikt om de doelgroep te stimuleren om zelf kunst te beoefenen. En vanuit onze praktijk hebben wij geleerd dat een voorstelling bezoeken alleen al nog altijd niet vanzelfsprekend is. De belemmeringen om te komen naar het theater zijn vaak in beginsel eigenlijk nog te groot. En wij kunnen als culturele instelling veel van die belemmeringen wegnemen. Maar wij lopen daarin ook tegen belemmeringen aan, zoals dat bijvoorbeeld tolkenuren voor culturele instellingen niet vergoed worden. En daarnaast is structureel extra personele inzet nodig bij toegankelijke voorstellingen, zoals technici, zaalwachten, extra begeleiding en productionele inzet. Wij pleiten er dus voor dat er naast het zelf doen, wat elke heel erg belangrijk is,
maar dat er ook aandacht is voor het verbeteren van de basistoegankelijkheid. En daarnaast voor het onderzoeken en implementeren van de artistieke toegankelijkheid. Ja, en waar gaan we naartoe? We kunnen er op dit moment niet omheen, corona. Het heeft ook op theaterbezoek groot effect en is ingrijpend veranderd. Corona is een extra obstakel voor sommige mensen met een beperking, maar het blijkt ook voor andere mensen met een beperking juist weer kansen met zich meebrengt. Voor blinden en slechtzienden is het een grotere uitdaging om naar theater te gaan vanwege het inschatten van de 1,5 meter. Terwijl voor mensen met een prikkelarme omgeving zoeken, vanwege hersenletsel bijvoorbeeld, is de beperkte capaciteit juist een uitkomst in de theaterzaal. En wij geloven dat door corona we anders zijn gaan denken. We passen ons gedrag aan en houden veel meer rekening met de ander. En dat biedt een grote kans voor de inclusieve samenleving, waarin rekening houden met een ander echt een must is. Het Nationale Theater streeft ernaar een nieuwe inclusieve organisatie. Streeft naar nieuwe inclusieve organisatie en nieuwe kunstvormen. En daarvoor halen we graag een citaat aan van Anaïs van Aertvelde uit haar column die 3 weken geleden in de Volkskrant verscheen met de titel Gun gehandicapte mensen ook vrijheid van spelen. Je zou verwachten dat de kunstwereld staat te springen om dit creatieve potentieel een platform te bieden. En laten we dus niet in termen van nieuwe culturele beperkingen denken, maar in termen van nieuwe culturele openingen. Wij hopen dat het Nationale Theater een bijdrage kan leveren aan echte inclusie. Dat mensen met een beperking geen liefdadigheidsproject of zorgvraagstuk blijven. En dat nieuwe artistieke mogelijkheden de kans krijgen om ontwikkeld te worden. Wij streven ernaar dat alle mensen zich in ons theater herkennen, gewaardeerd voelen en dezelfde kansen krijgen. Dank je wel. Dank je wel. Dat was het Nationaal Theater. Dat was het 4e praktijkvoorbeeld wat we vandaag lieten zien. Ik denk dat we veel ambitie hebben gezien en veel mooie praktische tips voor hoe je zelf aan de slag kan met dit onderwerp. En daar gaan we nog wat over doorpraten met onze paneleden. Die ga ik 1 voor 1 bij u introduceren. En ik heb hen meteen gevraagd, nadat ik ze heb geïntroduceerd, wat zou nou jouw belangrijkste tip zijn die de kijkers sowieso moeten meenemen? Dus dat doen we meteen als openingsrondje. En ons eerste panelid hebben we al eerder voorbij zien komen in de bijeenkomst. Het is Marianne Dijkshoorn. Wat ik net niet noemde, dus dat noem ik er nu bij, is dat zij ook een boek heeft geschreven. Maak je event toegankelijk voor iedereen. Marianne, welkom terug bij het panel. En dan is meteen mijn eerste vraag aan jou. Als je nou 1 tip moet geven aan culturele organisaties, welke is dat dan? De tip die ik kan geven aan eigenlijk alle culturele organisaties is wel communiceer op je website wat je geregeld hebt aan toegankelijkheidsfaciliteiten. Zodat iedereen zich vooraf kan inlezen over wat er geregeld is voor mensen met een beperking. Yes, dank. Mooie praktische tip. Ons volgende panelid is Anja Hiddinga. Ze is artistiek en inhoudelijk leider van het project Kitchens Light. En dat maakt zich hard voor het vergroten van de toegang en de zichtbaarheid van cultuuruitingen in Nederlandse gebarentaal. Anja, wat is jouw tip? Best lastig om daar kort over te zijn. Want dove mensen die kampen met een moeilijkheid waar misschien heel veel mensen met beperkingen ook mee kampen. En dat is ik zie dat mijn video niet aanstaat. Ja, daar ben ik. Kunnen jullie mij zien zo? Ja, denk ik wel. Veel mensen met beperkingen kampen met het feit dat er zo weinig kennis is over mensen met beperkingen en de wereld van mensen met beperkingen. Ik heb met dove mensen uit mijn groep besproken, uit de groep dove dichters die dit project
wat ik geschreven heb nu uitvoeren. Wat hun tip zou zijn, en zij hebben iets van deaf awareness, zoals dat genoemd wordt. Meer kennis bij de andere partij over niet schrikken, communiceren met je handen. Toegankelijkheid van websites is een hele belangrijke ook. Maar vooral kennis over die beperking. Helder, dankjewel. Dan gaan we naar ons derde panelid. Hij kwam daar straks al eventjes langs. Redouan Aytchit. En vanaf nu zeg ik Redo, want dat mag. Hij is professioneel danser, won vorig jaar inderdaad de prijs voor de meest indrukwekkende dansprestatie. En hij is lid van het internationaal dansgezelschap Ill Abilities. Redo, jouw gouden tip. Ja, goeiedag. Mijn gouden tip. Ik hoor vaak van organisaties of commerciële partijen. Het is voor ons niet nodig om te veranderen, want onze doelgroep die heeft er geen behoefte aan. Of ik hoor geen geluiden vanuit de mensen. Maar ik denk dat je dan helemaal verkeerd bezig bent en ook verkeerd aan het denken bent. En ik denk dat je vooral juist de norm moet maken om gewoon iedereen te kunnen en willen voorzien van je aanbod. En kijk daarin gewoon vooral ook naar organisaties om je heen die hier wel in vooruit lopen. En naar mijn idee maak je dan een goede start om dat wel te doen. Dus vaak gewoon die blokkades die je oplegt voor jezelf, is hetgeen wat eigenlijk al het verkeerd denken in werking zet. Top, dankjewel. Dan gaan we naar Katelijne Denekamp. Zij is manager toegankelijkheid bij het Rijksmuseum. Kwam ook al langs als goed voorbeeld. Dus je hebt vast ook een gouden tip voor andere Katelijne. Ik zeg altijd dat je moet eigenlijk je organisatie bewust maken van het feit dat een beperking, dat wordt niet meer gezien als een probleem van een persoon zelf, maar als een mismatch in een interactie tussen die persoon en bijvoorbeeld jouw personeel of jouw gebouw of jouw evenement of jouw website. En als je personeel daar bewust van maakt, dan voelt iedereen zich dus zelf verantwoordelijk om die mismatches weg te nemen. Dus dat is mijn tip. Yes. Dankjewel. En last but not least gaan we naar Marieke te Poelen. Zij is operations coördinator bij Friendly Fire, een evenementen- en festivalorganisator. Heb jij nog een andere tip? Even te denken wat. Eerlijkheid over wat je wel en niet kunt bereiken binnen je organisatie. En binnen, in ons geval, festivals. We zitten gewoon op een weiland. En het is moeilijk om het hele weiland te asfalteren, zodat iedereen daar ook, die gebruik maar van de rolstoel, daar makkelijk overheen kan. Maar wel kleine aanpassingen die gewoon makkelijk door te voeren zijn, zoals een rolstoelplatform. Zoals iemand binnen de organisatie die bewust is van dat er ook mensen komen die niet overal even gemakkelijk doorheen kunnen. En dat kun je heel makkelijk checken door de avond van tevoren even een rondje te lopen en zelf te ervaren van, hey, wat nou als ik gebruik maak van bijvoorbeeld een rolstoel? Of ik vind het moeilijk om in grote groepen te zijn. Hoe ervaar ik dat? En alles gewoon even rustig nalopen en dubbel checken. Yes, dank. Nou, dit was de eerste openingsronde. We gaan online debatteren. Dat is natuurlijk altijd of debatteren in gesprek, altijd iets ingewikkelder. Maar dat gaan we op een goede manier proberen te doen. Het kwam al een paar keer langs, eigenlijk gedurende deze bijeenkomst, niets over ons zonder ons. En daar wil ik graag met de panelleden even wat dieper op ingaan. Waarom is dat zo belangrijk? En wat zijn daarin goede voorbeelden, maar misschien wel net zo leerzaam, maar misschien iets spannender om te delen? Wat zijn misschien ook hele slechte voorbeelden waar anderen wel van kunnen leren? Redo, jij bent natuurlijk zelf ook ervaringsdeskundige. Hoe kijk jij naar niets over ons zonder ons? Ja, ik vind dat wel een hele belangrijke, want ja, je kan niet bepaalde dingen gewoon zomaar doen zonder dat je er niet mee te maken hebt. Dus daarom vind ik ook goed van wat Marieke net zei, van ga even zo'n checklist doen. Maar doe dat vooral met mensen die daar ervaring in hebben en die daar deskundig in zijn om zo'n checklist te doen. Want vaak besef je zelf niet hoe het echt is om bijvoorbeeld in een rolstoel te zitten of blind te zijn of gewoon afhankelijk van bepaalde hulpmiddelen. Dus ja, er kunnen geen beslissingen genomen worden zonder dat je dit samen doet. En ja, dat voor en door moet volgens mij gewoon veranderen naar samen. Want door dat samen te doen, dan kun je echt concreet tot vervolgstappen komen.
En er zijn organisaties die dat heel goed doen. Maar er zijn ook organisaties die het misschien dat niet doen. En daardoor zie je gewoon bepaalde dingen over het hoofd. En je hoeft niemand te nemen en te shamen hoor. Maar kan jij een voorbeeld geven van dat je dacht, zo moet je het dus niet doen, Redo? Zo moet je, gewoon de toegankelijkheid, bijvoorbeeld al met een rolstoel, dat je op bepaalde dingen komt of festivals waar gewoon compleet niet over na is gedacht. Of het begint gewoon ook al gewoon bij het informeren van en het openstellen voor. En ik denk dat daar al gewoon een veel in te winnen is om gewoon dat samen te doen inderdaad. En ik vind dat, ik kan even geen concretere voorbeelden noemen om je een idee te geven. Ik ben zelf niet afhankelijk van bepaalde rolstoeltoegankelijkheid of zo. Dus voor mij is dat, zeg maar, ik leer ook nog steeds, mag ik het zo even zeggen. Dus ik leer ook van andere mensen die daar wel behoefte aan hebben. Maar ik merk wel dat als je daarvoor open staat, dat je daardoor wel tot dingen kan komen die ik zelf niet eens bedacht heb. En dus dat kan ik me helemaal voorstellen, dat als je helemaal niet daar vandaan komt of mensen in je omgeving hebt die bepaalde behoeftes hebben, dan kan het gewoon niet zo zijn dat je die keuzes kan maken. Nee. Katelijne, hoe doen jullie dat? Nou, ik wou eigenlijk nog reageren op Redo, want ik denk dat een product er zelfs nog beter van kan worden. Of dat weet ik zeker. Dan, wij hebben bijvoorbeeld de nachtwacht. Hebben we door een slechtziende dame, Joan Koolman. Die heeft een paar uur voor de nachtwacht gezeten en allemaal vragen gesteld aan onze conservatoren. En die heeft dus haar slechtziendheid eigenlijk gebruikt om er een waanzinnig mooi belevingsverhaal van te maken. Waardoor, die gebruiken we nu standaard in onze rondleiding. En waardoor je als blinde, maar eigenlijk ook als ziende persoon, echt in die nachtwacht komt. En dat had ik zelf nooit kunnen bereiken. Dus ik zie mezelf eigenlijk, want ik ben dus manager toegankelijkheid, maar ik zie mezelf meer als een persoon die faciliteert. Maar eigenlijk alles wat bedacht wordt, geïnitieerd wordt, ontwikkeld, getest, is allemaal door mensen uit de doelgroep. Dat is echt heel belangrijk. Dat lijkt me een non-discussie eigenlijk. Ja. Ja, maar de manier waarop kan ik me voorstellen dat dat ook nog best lastig kan zijn voor organisaties. Laten we ook afspreken dat als jullie denken van hier wil ik op reageren, dat je even je hand opsteekt. Want dan kan ik ook inderdaad degene het woord geven die daar wat graag over wil zeggen. Anja, jij wil graag daarop reageren. Ja. Ik wil daarop reageren omdat in het geval van doven, wat misschien een heel specifiek geval is, en dat is nog een andere kwestie, dat je eigenlijk, denk ik, mensen met beperkingen niet over één kam kunt scheren en dat er heel veel verschillende behoeften zijn. En dat daarom ook dat samenwerken met die doelgroep zelf van groot belang is. Maar soms is het zo, in mijn ervaring, dat ook vanuit de doelgroep niet goed geformuleerd kan worden wat precies die behoeften zijn, omdat mensen zich ook niet gewend zijn om in het culturele circuit mee te draaien. Dus bijvoorbeeld bij voorstellingen wordt dan gedacht al snel aan een tolkgebarentaal. Hetzelfde is gebeurd bij musea bijvoorbeeld. En dan worden die rondleidingen georganiseerd en dan komen er helemaal geen doven. En dan schiet je eigenlijk je doel voorbij. Ook al is dat gedaan met dove rondleiders of is het gedaan in samenspraak met de gemeenschap. Mensen uit de gemeenschap, de dove gemeenschap. Maar daar zit nog iets aan vast. Een vorm van betrekken en educatie en mensen ook toelaten tot die culturele wereld waarin evenementen toegankelijk gemaakt moeten worden. Ja, ik zie dat Marieke heel graag wil reageren op wat jij net zei. Marieke? Nou, wat wij eigenlijk in onze ervaring hebben geleerd is dat, dit herken ik, en ook bijvoorbeeld dat
je toch achterkomt dat mensen naar je terrein toe willen en dan niet de juiste contactpersoon hebben gevonden om daarmee hun wensen door te spreken. En dat is bij ons bijvoorbeeld heel makkelijk opgelost door het kopje toegankelijkheid. Volgens mij is dat een soort algemeen codewoord wat iedereen weet van hey, hier moet ik naartoe als ik of medicijnen wil meenemen of hulpmiddelen heb of whatever. En daar dus ook dat die mensen ook weten waar kunnen ze het vinden als ze iets nodig hebben bij jouw organisatie. En dat is dus heel makkelijk te doen online. Ja. Dat is wat wij hebben verbeterd het afgelopen jaar en wat echt goed werkte. Dankjewel. Ik ben wel benieuwd, Marianne, jij bent natuurlijk eigenlijk begonnen vanuit een eigen ervaring en het is nu je werk. Hoe ga jij daarmee om als je een evenement toegankelijk moet maken? Nou, een van mijn eerste adviezen die ik altijd inderdaad aan de organisator meegeef is, ga communiceren wat je nu al wel geregeld hebt. En daarmee bereik je gewoon zoveel. En als je daaronder dan ook nog een mailadres hebt, zodat mensen hun vragen kunnen stellen aan de organisatie, dan kan iedereen zeg maar de informatie krijgen die hij nodig heeft. En vanuit festivalbeleving is het gewoon heel belangrijk dat die informatie er gewoon tijdig is. Je andere culturele voorstellingen net zo eigenlijk. Want als je bijvoorbeeld een groot festival hebt en de ticketverkoop begint aankomende zaterdag om 10:00, dan moet je zorgen dat je aankomende zaterdag om 10:00 online bent om je ticket te krijgen. Want heel vaak is het om 22:30 uitverkocht. En als je daar dan niet bij bent, heel vaak kan er dan niet achteraf nog speciaal voor jou een kaartje beschikbaar gesteld worden. Maar goed, je hebt wel zeg maar die informatie nodig over toegankelijkheid. Dus het is echt van heel belangrijk dat dat voor de ticketverkoop al bekend is. En ik heb jou nou net een beetje geïntroduceerd als de expert op toegankelijkheid. Heb jij nou wel eens zelf een blooper gemaakt op dit vlak? Ben ik nieuwsgierig naar? Ik heb zeker een blooper gemaakt. Ik heb een keer een evenement georganiseerd voor mensen die slechtziend waren. En het was eigenlijk starttijd en ik dacht van nou, deuren dicht, presentator naar voren en we kunnen beginnen. Alleen mensen die slechtziend zijn, die hebben soms wel eens moeite met de weg vinden. En zo ook bij dat evenement. En een kwartier later kwamen er echt gewoon nog 10 mensen met een beperking en hulphond binnen, die ik nog even ergens moest gaan plaatsnemen. Nou, een andere blooper van dit evenement, dat was ook best wel typisch en daar heb ik ook best wel veel van geleerd. Die mensen die kwamen te laat binnen en ik gaf hen aan van nou, goh, gaan jullie hier allemaal aan het gangpad zitten, dan kan de hond naast jullie liggen, geen probleem. Alleen, toen had ik heel veel pech, toen viel het geluid uit. En doordat ik zelf slechte been ben, ben ik niet heel handig. Maar ik moest wel gaan horden lopen over 10 hulphonden. Dus ja, dat was voor mij ook niet de meest ideale situatie op dat moment qua toegankelijkheid. En sindsdien, ja, als ik een evenement organiseer, komt er gewoon niets meer in mijn middenpad. Geen hond meer, maar ook geen andere objecten. Zodat gewoon de toegang gewoon vrij blijft. Ja, helder. Leerzaam moment. We hebben de P's, hè, die komen eigenlijk al de hele ochtend komen de P's langs. En ik ben wel benieuwd hoe jullie kijken naar de P van personeel. Want je hoort toch ook wel vaak in de culturele sector, ja, het is ook lastig en we hebben niet zoveel vacatures. En hoe gaan we nou op die P van personeel ook een stap in diversiteit maken? Katelijne, wil jij vertellen wat jullie op die P van personeel doen? De vraag was inderdaad van stel dat je hebt een vast personeelsbestand, zeg maar, weinig flexibel. Wat kun je dan toch doen? En dacht ik, het is sowieso belangrijk dat je organisatie zich bewust is. Dus dat bijvoorbeeld iedereen een training in onbewuste vooroordelen krijgt. Dat je organisatie inclusiever wordt. En als er dan verschillende mensen komen, dat die ook op een veilige manier ontvangen worden. En ik denk ook dat je moet uitstralen als organisatie dat je daar kunt werken als je een beperking hebt. En dat je dus niet dat je naar binnen kunt als je in een rolstoel zit. Of dat er mogelijkheden zijn voor
blinde mensen. Microsoft, bijvoorbeeld, ik ben een keer op een hoofdkantoor geweest. Dat is een heel goed voorbeeld van een kantoor wat helemaal is ingericht voor mensen met een beperking. Zeg maar in de kantine is alles lager en in de koffiecorners. En overal zijn blinde geleidelijnen. Er zijn speciale dagen voor mensen met autisme als die willen solliciteren, waarin alles wat rustiger gaat. En doordat ze dat uitstralen, dan trek je ook de mensen meer. En dan uiteindelijk krijg je dus ook mensen daar werken met een beperking. En zij maken natuurlijk ook producten voor mensen met een beperking. Dus die worden dan ook beter. Dus ja, dan is je cirkel rond. Ja, mooi. Redo, ik noemde net al eventjes jouw gezelschap, Ill Abilities. Hoe ziet de P van personeel bij jullie eruit? Ja, wij hebben niet echt personeel. We zijn echt een dansgroep en wij selecteren heel erg gewoon op basis van een talent met dansen. En iedereen moet sowieso hoog level kunnen dansen. Maar daarnaast is het ook een klik die wij onderling moeten hebben. Dus dat is een lastige om ze echt te zien als personeel. Dat is denk ik niet zo. Maar ja, om die koppeling te maken gewoon naar misschien organisaties en instanties die dat wel hebben. En waar je dat inderdaad wel ziet. Daar is denk ik niks mis mee, maar weer hetzelfde als over ons. Als het buiten je expertise ligt, dan is het soms heel erg eng om daar buiten te stappen en je open durven te stellen om te zeggen van jongens, ik heb hier eigenlijk geen verstand van. Laten we eens een keer samenwerkingen zoeken met mensen die dat wel hebben. En ik denk als je dat gewoon durft en je durft het gesprek aan te gaan en je durft jezelf in die positie te stellen, volgens mij ben je dan pas echt goed bezig. En je ziet soms te vaak nog gewoon dat dat mensen te bang zijn om misschien hun positie te verliezen of dingen uit handen te durven te geven. En ik denk dat daarin wel het een en ander wel mag veranderen, ja. En dat merk ik ook als het bijvoorbeeld al gaat over, inderdaad dit onderwerp waar we het over hebben, maar bijvoorbeeld over de hip-hop of urban wereld dan waar ik in zit, dat er dan te weinig mensen aan tafel zitten waar het echt om draait. Ja, dus dat aan tafel zitten, dat blijft iets. Marianne die heeft haar hand omhoog, die wil graag reageren. Ja, ik wil hier graag op reageren. Ik denk dat kennis echt wel heel erg belangrijk is. Het is mij regelmatig gebeurd dat ik vol enthousiasme door een ondernemer of een locatiehouder mee wordt genomen naar het invalide toilet die net af is. De verf is net droog. En die ondernemer heeft dan uit de beste intenties proberen te zorgen dat een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig is. Alleen, ja, één blik is vaak voor mij al genoeg. En een ondernemer kan dan echt wel heel erg teleurgesteld reageren van, ja, is dit dan echt niet groot genoeg of niet goed ingericht? Maar het heeft echt wel heel veel geld gekost. Dus ik denk dat het ook naast ervaringsdeskundigen ook belangrijk is om gewoon ook de juiste kennis aan tafel te hebben. Zodat als daar acties ondernomen worden en daar zit inderdaad gewoon een budget achter, bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijk toilet creëren, dat ook gewoon goed gebeurt en niet dat, als de verf net droog is, er iemand langskomt die zegt van ja, maar ik kan hier alsnog geen gebruik van maken, want dat schiet gewoon niet op. Nee, dat is ook demotiverend. Ik zat ook te denken. Oh, ja, Redo. Sorry, ik zat te denken, misschien moeten we ook gewoon als hele organisatie gewoon een soort van Rob Geus idee opzetten. Maar dan in plaats van inspecties met keukens, zeg maar, organisaties afgaan. En dan soms denken jezelf achter de oren krabben zo van man, wat is dit kansloos. En dan geef je ze aan het einde een soort van keurmerk of zo. Zo'n duimpje, groen duimpje, dit is toegankelijk en die voldoen aan bepaalde eisen. Tenminste, echt de basiseisen. En die krijgen een soort van rood duimpje en die krijgen een heel pakket van wat ze kunnen doen. Maar ik denk dat, ja, als je dat gewoon misschien bespreekbaar maakt en meer zo van, oké, dit is in ieder geval de basisnorm waar je aan moet voldoen om het in ieder geval voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te kunnen hebben. En dan altijd zijn er nog, ja, zoals, ik weet even niet meer wie het zei, volgens mij Katelijne zei het of Anja, maar dat er zoveel verschillende beperkingen zijn en behoeftes, maar dat je in ieder geval gewoon wel in de basis al kunt voorzien of zo. Maar gewoon met keurmerken werken.
Nou, dat is een tip die kunnen we meenemen. Anja, die moest al heel erg grinniken toen je dit zei, dus die wil vast reageren. Ja, ik wil reageren. Nee, het lijkt me een uitstekend idee. Maar inderdaad, wat je zegt en wat ik hiervoor inderdaad naar voren bracht, er zijn nogal, denk ik, verschillende kwesties aan de hand voor verschillende soorten beperkingen. En ik denk dat er voor gewaakt moet worden om alle groepen op één hoop te gooien. En voor organisaties, het doorlichten van organisaties, is het misschien nog wat ingewikkeld wat dat betreft. Hoewel ik het idee dus heel geweldig vind, moet ik zeggen. Maar voor websites, met name ook van de overheid en van gemeentes, is dat wel volgens mij makkelijk te doen. Dus dat is al iets om mee te beginnen. Om de websites van culturele organisaties en van aanbieders van evenementen via de overheid, om die goed door te lichten en daar de heldere eisen die er gesteld kunnen worden aan digitale toegang tot cultuur, om dat op orde te hebben. Bijvoorbeeld voor dove mensen speelt de kwestie dat ze vaak niet kunnen bellen, terwijl dat dan wel gevraagd wordt op zo'n site. Ja. Dat je moet bellen om iets te doen of iets te regelen. En dat het ook niet geaccepteerd wordt om dat te doen. Dus dat het belangrijk is dat e-mail altijd een optie is voor dove mensen om contact te kunnen maken met zo'n culturele organisatie. Ja, helder. Nou, dan krijgen we en een razende reporter die langs instellingen gaat en een website-check. Er kwamen al wel een paar dingen langs eigenlijk die gaan over hoe ondersteun je dan dat culturele veld. Hè? Want jullie noemen eigenlijk kennis als belangrijk iets. Nou, dat kun je natuurlijk van extern halen. En het gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Wat voor ondersteuning is in jullie beleving nodig om culturele organisaties ook de juiste stappen te laten maken? Want het ministerie luistert natuurlijk mee vandaag, dus wie weet kunnen we een verlanglijstje maken. Wie wil daar graag het woord over voeren? Marianne. Ik denk dat het net zoals bij de routekaart voor de coalitie voor inclusie ook gewoon heel belangrijk is dat er een beschreven basis is. Waarin eigenlijk alle do's en don'ts vermeld staan. Zodat je eigenlijk al weet waar je zou kunnen beginnen. Die routekaart voor de coalitie voor inclusie, die gaat echt in op festivals. En wij hebben daarbij echt heel erg de samenwerking gezocht met evenementenorganisatoren, diverse ervaringsdeskundigen met een beperking, brancheverenigingen, IDIN zit erbij, LKCA zit erbij, VNG zit erbij. Om daarmee echt zeg maar die samenwerking te komen en eigenlijk te bekijken van wat heeft iedereen nodig en wat zijn zeg maar daar ook de maximale grenzen aan. En zo hebben we eigenlijk een basis kunnen opstellen waarmee ieder festival aan de slag kan. En ik denk dat een basis opschrijven, of je dat nu met een routekaart doet of met een ander document, dat misschien echt wel de basis kan zijn zeg maar, om stappen te zetten bij bepaalde culturele instellingen. Ja, dus jij zegt eigenlijk van formuleer dan ook wat je moet doen. En volgens mij hoor ik je ook zeggen, ga ook samen leren wat werkt. Zo'n festivalorganisator hebben we aan tafel. Marieke, wat is voor jullie, waar leren jullie vooral van in de stappen die jullie zetten? Waar we van leren? Toch ook wel echt van de reacties van mensen achteraf en navraag van hoe is het, hoe heb je het ervaren? Is het allemaal goed gegaan? Wat we hebben bijvoorbeeld bij festivals, en dat is om nog even terug te komen op personeel, als je er gewoon iemand verantwoordelijk voor maakt en die is daar echt niet de hele dag mee bezig tijdens de showdagen, maar bepaald aantal uren dat hij een telefoonnummer is voor als mensen hulp nodig hebben. Dat is al een, voor heel veel mensen hebben we vernomen, een hele fijne stap. En ze maken er echt weinig gebruik van. Maar mocht er nood aan de man zijn, dan kunnen ze die wel bellen en kunnen ze die hulp ontvangen. En daar hebben we ook van geleerd dat goed werkte. En er zit ook een stukje gelijke behandeling in, wat heel belangrijk is. Iedereen die naar ons festival komt, die wordt in die zin gelijk behandeld. Dus er is daar ook, we zorgen ook dat die hulpmiddelen er zijn. Maar
wat dan wel een, waar we ook wel eens in de coalitie over gehad hebben, wat altijd een lastige punt blijft, is dat wij zijn een profitorganisatie. En we hebben op zo'n festival 25.000 bezoekers. En hoe ver ga je? Kijk, als mens wil je heel ver gaan, maar op een gegeven moment heb je ook een bedrijf aan de achterkant. En hoeveel kun je uitgeven voor bijvoorbeeld 40 mensen die net even iets extra's nodig hebben, wat je heel graag wil doen? Maar ja, je moet het op een gegeven moment ook verantwoorden op de rekening. En dat is iets, ook, nou, het is altijd een beetje vervelend om geld te vragen, maar dat is iets waar je wel als organisatie baat bij zou kunnen hebben als er een bepaalde subsidiepotje zou zijn of whatever, waar we als organisatie aanspraken kunnen maken en ook echt kunnen laten zien dat we die ook daadwerkelijk goed inzetten. Ja, dus dat is eigenlijk financiële ondersteuning, zoals die net bijvoorbeeld ook langskwam voor de gebarentolk, hè, die niet, waar geen uren voor beschikbaar zijn voor culturele bezoeken. Katelijn, ik ben ook nog wel benieuwd waar jullie je inspiratie en je ondersteuning vandaan halen. Of doen jullie het allemaal op eigen houtje? Je bedoelt qua van de overheid? Nee, qua gewoon in algemene zin. Wat voor ondersteuning in de stappen die je zet om inclusiever te worden, wat je daarvoor nodig hebt van anderen? Het is grappig, je had het net over geld, Marieke. Dat is inderdaad een dingetje. In het Rijksmuseum, zeg maar, ik word bijvoorbeeld betaald door een fonds. En ook de projecten die ik doe, die komen eigenlijk allemaal uit fondsen. Dus dat is wel heel belangrijk om je dat te realiseren, dat dingen dus geld kosten. Misschien is het als Rijksmuseum makkelijker. Dat weet ik niet. Maar het gaat inderdaad allemaal niet vanzelf. Verder laat ik me inspireren eigenlijk door andere musea. Ook in het buitenland kijk ik heel veel naar bijvoorbeeld Amerika, waar ze in de musea al een stuk langer bezig zijn dan in Nederland. Bijvoorbeeld van, ik ben dan accessibility manager. In de Metropolitan hebben ze 5 accessibility managers, om maar te kijken. En maar ook naar op andere vlakken, dus inderdaad naar festivals en vooral de ervaringsdeskundigen zelf. Het is zo belangrijk dat je blijft praten met iedereen. We hadden het net over de website, dat je moet houden dus aan bepaalde regels. Dat is goed als je een checklist hebt, maar je moet blijven testen. Want soms hebben wij dat al gedaan en dan hebben we alles gevolgd, maar dan zit er toch ergens een stap waardoor het niet werkt. En daar moet je om de zoveel tijd blijven testen met mensen uit de doelgroep. En ook omdat gewoon niet iedereen is anders. Iedereen heeft andere wensen en daarom is het goed om zo breed mogelijk groep te bevragen. Yes, dankjewel. We gaan alweer naar een laatste rondje. Er kwamen al wel wat vragen richting overheid ook langs. Maar ik wilde bij jullie, want we begonnen met een rondje tips voor culturele organisaties. En ik wilde eindigen met een rondje tips voor de overheid. Mag de Rijksoverheid zijn of gemeente. Dus ik ga jullie gewoon allemaal even checken of je een tip hebt voor de overheid. Marieke? Ik heb hem deels al wel gezegd. Voor een organisatie die, nou ja, zoals wij, is het gewoon, het kost geld. En natuurlijk wil je als organisatie daar ook een groot deel voor uittrekken. Maar het zou nog beter kunnen. We kunnen nog meer dingen doen. Nog beter mensen van dienst zijn. Als daar vanuit de overheid ook bepaalde, nou, wellicht al voorlichting of een bepaald stappenplan. Of we maken zelf heel veel even reclame voor Mariannes boekje. Daar maken wij zelf gretig gebruik van. Maar dat was er voorheen nog niet. En dat is super fijn dat dat er is. En nou ja, als het vanuit een overheidsinstantie als info of steun kan worden gegeven, dan is iedereen daarmee gebaat, denk ik. Dus informatie en geld hoor ik in elk geval. Een van onze andere experts, hebben jullie nog andere adviezen voor de overheid? Ik kijk even of er handen omhoog gaan. Ja, Anja? Ja, nog maar een keertje, omdat het kan, zal ik maar zeggen. Dat het belangrijk is dat ze die overheidswebsites heel goed toegankelijk zijn. En dat betekent niet alleen voor als het gaat over dove mensen dat er ge-e-maild kan worden en niet alleen gebeld. Maar bijvoorbeeld ook dat de taal toegankelijk is.
En dat is een, denk ik, een kwaliteit waar veel meer mensen dan alleen de dove gemeenschap, die vrij klein is en waarvan soms gezegd wordt, ja, moeten we dit allemaal optuigen om die groep te bedienen. Maar begrijpelijke teksten, ja, zijn voor een veel grotere groep, denk ik, van belang. Dus dat lijkt me iets om aandacht aan te geven bij de overheid. Dus zowel, ja, op gemeentelijk als op rijksniveau. En die awareness waar ik het eerder over had. Een basisvorm van begrijpen van wat het is om met een beperking te leven en in de wereld te opereren. Vooral ook als het gaat over dove mensen die vaak enorme schrik aanjagen zodra zij moeten communiceren met horende mensen die van niets weten. Dus ja, kennis inderdaad, informatie, yes, en voorziening. Ja. Dankjewel, heel goed. Redo? Ja, ik denk sowieso gewoon het gesprek ook aangaan zoals we dit nu doen. Dat is heel erg belangrijk. En dan met mensen die hier zelf mee te maken hebben. Maar ook gewoon open blijven, om je heen kijken, luisteren. En ik denk ook dat juist al die kleine stapjes ook vooruitgang zijn. En dat de kleinste beweging het grootste verschil kan maken. En ik denk juist dat, als er één ding is wat de hele coronacrisis ons ook wel geleerd heeft, is dat kleine aantallen net zo belangrijk zijn als een hele grote groep. En dat als je dat beseft, dat er dan uiteindelijk mooie dingen tot stand kunnen komen als je, ja, toch maar klein begint. En dat gaat uiteindelijk het verschil maken. En sowieso ben ik ook wel echt een voorstander van minder praten en meer doen. Katelijne, die zag ik ook, dus die wil ook graag nog iets meegeven. Nou, ik wilde nog reageren op Anja over bewustzijn. Hoe mooi zou het zijn als je op school al hiermee te maken krijgt? Dus stel je voor dat je op school al gebaren leert. Zodat je later gewoon in ieder geval iets kunt terugzeggen als je een dove ontmoet. Maar in ieder geval dat bewustzijn. Want dat is nu wel vaak zo dat je, omdat we een beetje uit elkaar worden gehouden, en dan opeens komen er dan mensen met een beperking, en dat je dus inderdaad, waar Anja het over had, een soort van schrikreactie hebt. En dus ik denk, als je daar al heel vroeg mee zou beginnen, door dat gewoon normaal te maken en mensen bewust van te maken, dat iedereen anders is, dat heel veel zou werken. Als ik toch nog even aan mag sluiten. En dit is, dan kan ik ook meteen zeggen dat mijn inbreng, dat ik die lever in samenspraak met Marie van Driessen, die zelf doof is, maar niet mee kon doen aan dit panel. Maar zij, met haar heb ik besproken van, zullen we niet bijvoorbeeld naar voren brengen dat het goed zou zijn als er een soort basis gebaren werden aangeboden bij allerlei culturele organisaties. En zij zei, nou, dat is misschien best een brug te ver. Maar het zou al heel erg helpen, en dat zou ook voor een bredere groep belangrijk zijn, als het visueel maken van je boodschappen, van je informatie, als daar aandacht voor was. En dan ook bijvoorbeeld bij mensen die net in dienst komen, maar ook bijvoorbeeld bij EHBO'ers in zo'n culturele organisatie, of beveiligers, die gewoon met heel eenvoudige dingen als wijzen en simpele handgebaren, ja, al een wereld van verschil kunnen maken als het gaat over dove en slechthorende mensen. Ja, dankjewel. In elk geval, het belang van communicatie komt wel duidelijk naar voren. Marianne, jij tot slot nog één tip voor de overheid? Ja, ga vooral samenwerken en nodig daarbij alle stakeholders uit. Wat we bij de Coalitie voor Inclusie hebben gedaan, om zowel, zeg maar, de profit als de non-profit partijen bij elkaar te halen, dat heeft ons gewoon heel veel gebracht. En dat heeft gewoon heel veel inzichten gegeven in de behoeften, maar ook in de mogelijkheden. Dus mijn belangrijkste tip is vooral, ga samenwerken en start daarmee participatiegroepen op. Waarbij je alle stakeholders bij elkaar haalt. Yes, dank. Dan bedank ik alle panelleden voor hun inbreng en tips aan ons allemaal. Heel fijn dat jullie mee wilden doen in dit panelgesprek. We gaan alweer richting afronding van deze bijeenkomst.
Ik denk dat we heel veel drive hebben gezien en energie. En ook hele praktische tips voor hoe je aan de slag kunt. Dus ik hoop dat iedereen zin heeft om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Want die boodschap werd ook heel erg duidelijk. Hè? Kleine stapjes, dan ga je ook vooruit. Het hoeft niet altijd met grote sprongen. Ik wil heel erg alle sprekers danken. De organisatie, de technische ploeg. En jullie dank voor het kijken thuis. Tot ziens.